Wie? Zeg, op de VIP gisteren. Veel supporters, Jens? Ja, Christopher Halversen. Hebben we nodig. Groupama FDG is on set, alors. Venez signer, monsieur. Jent heeft gisteren zijn benen al getoond, hij was in de finale aanwezig. Ja. Merlier, de Belgische kampioen. Kom maar, mannen. AG Reserve Mondial. In die groep, hoeveel mannen hebben jullie dan? Drie, monsieur. Drie, maar twee dood. Signeer. Dan gaan we Greg van Avermaat. Maar ook van Guillaume van Keersbulk, die daar ziet komen met de nummer 26. Kaderplaatje 26. En er bestaat een kans dat hij 8 jaar Olympisch kampioen is, hè, als ze in Japan geen spelen houden omwille van het coronavirus. Ja. Komt dat weer bereid. Goed geslapen? Tweede goede benen. Dat is eigenlijk wat natuurlijk in zelf, maar... Fair enough, race. Koes van in de start met deze jongens. Pak de microfoon van mij over. Emiraten. U weet wat ik gezegd heb. Ik wil het niet meer herhalen, maar je weet het, hè, nu. Molano. Dan Vegard Stekkerlengen is er ook bij. Marco Lakato en Jasper Philipsen. Is Jasper mee? Ja. Team dat geleid wordt door mooist, Alan Piper. De meest intensief beleefde editie. Ook streekgenoot Sammy Nerik is ondertussen van de partij. Dag Sammy. We twee Belgen, Tom van Asbroek en Jente Biermans. Kom maar jongens, we gaan een beetje tempo maken, want de bottleneck komt eraan. Het is koers kijken vanuit de loge. Wie heeft het meeste indruk op je gemaakt? Ja, met die. Jasper Staan. Heeft dan ook gewonnen. Goed, ga je later, want jij moet... Lou Woods. Dat is een hotel. Van Zico White. Gaan jullie geen kou laten krijgen? Stel misschien gewoon nog even de mannen voor. Heel kort, pak de microfoon en zeg wie ze allemaal zijn. Ik kan mijn eigen ploeg laten niet. Zalig. Joseph Cerny. En dan we hebben een guy who... Eerst wel zo aftasten. Whisky. Hij is meer wat redden. En last but not least, German warrior. Lampi is in de huis. Lampi is in de huis. Let the beast go. Kom maar, Kasper. En wij daar toen weer. Hallo. Trek zich aan Fredo, toch nog niet van pannen. Ja, dat is een beetje daar zijn ze. We zijn er alle 7, dus we gaan eerst de mannen van Trek zich aan Fredo op het podium laten. Dank je. Hey, dat nou ook. Zo maar eens kunnen. Heel veel camera's in de richting van Trek zich aan Fredo. Dat zou zomaar eens kunnen. Ja, inderdaad. De eerste winnaar van... In de salons van Lontergem. Nou. Kijk. Ziet je wat ik zie? Die dekt ook de verkeerstekens af. Boris van Lees. Thank you.
Jans. Kom maar. Erg virtueel leider, hè? Ik krijg hem een keer op. Allee. Nee. Dankjewel. Die ga je me toch niet zeggen. Ga je de jeugdherbergen viseert. Wie zijn de namen?
Axel.
krijgt u de namen van de koplopers met Bjerg, Hoel, Jans, Abrahamsen, Vallée met 5-2 Belgen daarbij. En u ziet het ze hebben op de Kruisberg. Een voorsprong van 5 minuten en 50 seconden op een peloton dat het wel zeer rustig aandoet. Een peloton dat zegt wij bepalen het ritme van de koers en niet de organisatie. De organisatie die er een punt van gemaakt heeft om het parcours aan te passen om de wedstrijd wat lastiger te maken. Ik heb niet de indruk dat het peloton zich daar druk om maakt. Wel nee, ze gaan zelf wel bepalen waar het spel begint. En doorgaans is dat op de Oude Kwaremond. We zijn nu op de Kruisberg. Het moet wel gezegd, de hellingen komen nu snel na één. Van de Kruisberg gaan we naar de Hotond. Dan trekken we naar de Côte de Trieux. Dan komen we aan de ommezijde over de Oude Kwaremond. Opgelet voor de straatjes, de stukken voor die Kwaremond, daar is altijd trammeland. En dan trekken we, in tegenstelling tot vroeger nog, over de Kluisberg en niet over Nokerberg. De Kluisberg is de 11e en laatste helling van de dag. Maar dan zijn we toch nog altijd, José, op 50 kilometer van de aankomst. Is er dan eigenlijk wat veranderd aan deze Kuurne-Brussel-Kuurne? Wel, ik vind eigenlijk van niet. Eigenlijk weinig of niet. Oké, men kan dan in het begin misschien een klein beetje links en rechts op gaan draaien zijn of afgedraaid. Maar uiteindelijk is die finale op de Kluisberg na, laat ons maar zeggen, hetzelfde dan de voorbije jaren. Dus ja, voor mij, 50 kilometer richting aankomstlijn, richting Kuurne, één plaatselijke ronde, 15 kilometer. Nee, weinig of geen wijzigingen die, ja, die naamwaardig zijn. Is natuurlijk wel zo dat straks na de Kluisberg, dat we dan nog een beetje zigzaggend over smalle wegen richting Belgium rijden en zo. En daar zou het dan ook moeten kunnen waargemaakt worden. Met andere woorden, dat zou in het gunstigste geval een leuke opdracht kunnen zijn of een voordeel kunnen zijn voor de vluchters. Ja, inderdaad. Maar ja, het is eigenlijk, laten we maar zeggen, vanaf de Hotond of Côte Trieux, dan richting daarachter, onmiddellijk richting Oude Kwaremond. Ja, daar moet het en daar gebeurt het vaak. Maar er gebeurt nog vaker dat ze uiteindelijk terugkomen, de tweede groep. En dan soms ook nog wel eens de derde groep. Dus ja. Men wijkt inderdaad niet zo makkelijk af van een stramien dat hier al jaren gevolgd wordt. Het is ook zo, José, dat... Zwaar geleden heeft onder de weersomstandigheden. Het is zacht. Ja, inderdaad. Hè. Dus hoe erg het ook allemaal was aangekondigd midden in de week, of de week die er zat aan te komen. Ik bedoel, vorige woensdag en donderdag en zo. Ik ga niet zeggen, zo luw is het nu, maar daar komt het toch eigenlijk wel op neer. Dus renners hebben nog voorlopig nog geen gebruik moeten maken van de weersomstandigheden. Laat het ons zo zeggen. Goed, hij maakte ooit zijn debuut in de Brabantse Pijl. Doet hier nu een keertje zijn beurt op de motor als commentator. Maarten van Gramberen, en die heeft opgeroepen. Hallo Maarten. Dag Michel. Dag Maarten. Ja, we zitten hier voor de kopgroep, zoals jullie misschien kunnen zien. We zien hier achter ons rijden die vijf renners. En we zitten op de Hotond, de zevende of de achtste helling van de dag. En hierboven wordt de grote prijs Mario de Klerk gereden. Daar waar Mathieu van der Poel verloor. Hè. Dit seizoen na 35 overwinningen verloor hij één keer. En we zien hier Mikkel Bjerg. Dat is de drievoudige belofte wereldkampioen. Ze hebben misschien wel twee ijzers in het vuur straks met Sonny Colbrelli. En met die Bauhaus, de loods eigenlijk voor Mark Cavendish. Maar in Saudi-Arabië won hij zelf gewoon de sprint. Ook nog even meegeven dat er al een valpartij is geweest van een belangrijke man. Van Yves Lampaert, de man die gisteren die finale reed en tweede werd achter Jasper Stuyven. Na een kilometer of 60 lag hij daar plots aan de grond. Is wat geschaafd aan zijn linkerbovenbeen. Maar na een kilometer of 4 is hij wel kunnen terugkomen, die Yves Lampaert. En ook Dries de Bont, die is al eens komen vallen, was gisteren ook goed, reed gisteren ook een hele goede wedstrijd.
Maar ja, hij sukkelde daar op het voetpad. Probeerde daar een gaatje in te duiken waar eigenlijk geen gaatje was. En probeerde daarna terug te komen tussen de wagens. En dat lukte ook wel. Ook Stefan Mark was even achterop geraakt. Maar hij is nu opnieuw in het peloton. Dat is ongeveer de stand van zaken op dit moment. En dat is hetgeen er al gebeurd is in de koers, Michel. Man daar tegenover en vooral die uitloper, en dat zien we vaak wanneer ze boven komen, links opdraaien naar beneden daar, ja, dat peloton in stukken en brokken ligt of wat er van overblijft, maar dan, ja, zoals we er net gezegd hebben, toch vaak nog terugkomen. Benieuwd of de vandaag echt is gaan doortrekken, maar wie gaat dat doen met al die sprinters hier aan boord? Dat is het, hè. Als je ze optelt, de ploegen die een rappe man opgesteld hebben, dat doe je dat niet zomaar, dan kom je aan 13-14, hè. Ja, en er zijn er dan nog koppeltjes bij. Er zijn er nog wel een paar andere bij die misschien niet die snelle man hebben. Maar hoe ontkom je eraan? Dat is bijna onmogelijk. Dat is altijd een eerste check. Je gaat de sprinters er heel even uitlichten. En dan begint het al bij Trek Segafredo, waar je Teun zit. Jacobsen bij de Koenig. Ga door met Zwift bij je Ineos. Van Turini bij je Angel Desert. En ga zo maar door. 13 à 14. En dan sla ik er nog een paar over. Hè? Want er zijn een paar ploegen waarvan je kunt zeggen, die hebben er bij God 2. Ja, absoluut, absoluut. Je zou daar kunnen bijvoorbeeld Kokkar en de Buscheren van nemen, die twee. Zeg zo maar. Ja. Bauhaus, Colbrelli, zoals we net al gezegd. En dan heb je Dupont van Poppel. Alf dan de Dekker, ja. Ik bedoel maar, dat zijn snelle mannen dan bij Leer van de Schuur. Dus heb je Alverson, Keukenleire van Marken. Van Marken nu minder snel, maar kom. Er zitten overal bij die ploegen wel mannen bij waar ze vandaag op spelen. Het is ook duidelijk een gedeeltelijk ander peloton dan gisteren. Er staat heus wel wat wind. Ik schat de wind naar de 25 tot 1,32 per uur. Al naar gelang de regio die we doorkruisen. En die staat dan in de slotfase vaak in de flank. Dit is Moscon. Dat is zo'n ploeg natuurlijk die eigenlijk... Die hebben misschien wel een sprinter met Dool, maar dat is toch niet de man waar je... Geen zekerheid, hè? Geen zekerheid tegen een Kees Bol of tegen een Fabio Jacobsen of een Christophe of anderen. Dus het zal van dat soort ploegen moeten komen om de boel open te gooien en blijven door te rijden. Benieuwd. Van opengooien gesproken, die van Ineos gisteren. In eerste instantie na een kilometer of 70 met 5 man mee vooraan. Dan denk je van, oh, je hoorde het ook aan de paniek in de stem bij Sven Nys en bij Plankaart in de studio bij Karel van Niekerken. Wat krijgen we nu? Hè? Dat is een echte putsch. En dan? Ja, niet meer te bespeuren. En dan moeten ze hun toppers, nou ja, op papier toch hun toppers, à la row al gaan uitspelen om gaan achtervolgen of om überhaupt nog wat te redden. Dat was met 5 man daar mee voorop. Hier is de jongste man uit het peloton. 18,5. Ja. Ik zeg 18,5. 18,5. Om toch nog wat onderscheid te maken. Ja. Moet je zo'n jongen dat dan aandoen? Ja, hij doet het vooral zichzelf aan. Hè. Hij doet het wel voor de tweede op een volgende keer. Ja. Starten. Ja, inderdaad. Dus het is de keiharde school. In één keer met de neus op de feiten gedrukt. En komt hier dus in contact met de Rotond, niet te onderschatten. Hè. Ook in de Ronde van Vlaanderen vaak een pre-scherp rechter. Daar wordt eigenlijk ook formidabel geschift. Hè. Zij die de Koppenberg overleefd hebben, die gaan hier vaak overboord. Ja, er zijn er bij die daar hele slechte herinneringen aan hebben. Er zijn er ook bij die daar hele goede herinneringen aan hebben. Terpstra bijvoorbeeld. En slechte dan vooral Sepp van Marken.
Ja, en er zijn er die zich op lanceerden. Als je naar Terpstra verwijst, denk ik spontaan naar Nibali. Die mispakte zich daar wel aan. Van wel, wat is met dat hier allemaal? Het licht gaat hier wel snel uit op Vlaamse wegen. Er is ook achteraan wel wat te doen als de deur open staat. We zitten hier bij Travis McCabe en dat is een Amerikaan. Dit is Edmondson van de ploeg Mitchelton-Scott die dan toch al wat meer ervaring heeft. Het is een koers in Vlaanderen en je ontsnapt er niet aan. Dat is overigens overal het geval. Men valt. Men valt, inderdaad. Een beetje verkeersmeubilair. Renners die toch nerveus beginnen worden van links naar rechts. Iedereen wilde op een bepaald moment daar nog eentje de kant in. Dat Lampaard terug die daar even gaat veldrijden. Dit is het nieuwe complex, dit is het nieuwe sporthotel dat bovenop de Hotond geplaatst is. En daar kun je dus met al je hebben en houden, als het maar van een sportieve allure is, dan kun je daar je intrek nemen. Je moet er wel voor betalen. Wat ik wel leuk gevonden vind, dat is de dakbedekking. Die is homogeen met de omgeving. En daar onmiddellijk achter ligt dan dat fameuze parcours op de Hotondberg van de grote prijs Mario de Klerk. Al is die nu weer van naam veranderd. In elk geval de cross, zoals Maarten dat zei, die gewonnen werd door Toon Aars. En dat deed hij met verve, met bravoure. Hier in die kom, daar zie je nog waar de crossers geploegd hebben. Maar ik neem aan, zei dat jij die cross nu spuugzat bent. Na 5 maanden. Spuugzat niet, nee. Maar dus, je hebt er genoeg van gehad. Ja, het is genoeg geweest, ja. Vooral als we dan, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar gaan afsluiten met een criterium. Criterium, jawel, dan, een criterium. Dan heb ik zoiets van, nu, als we daaraan beginnen, dan is de Tour gedaan. Dus laat ons zeggen, als we criteriums gaan rijden... Is Waregem, dat is de Champs-Élysées aan de cross. Absoluut, ja. Dan is het gedaan. Met de hoogspringen er bovenop. Een opgave, Emil Liepins, die is na een valpartij eerder in deze wedstrijd uit de race gestapt. We haalden in 85 kilometer, over 2 uur gespreid, een gemiddelde van 42,5. Snel, met vooral rugwind, 44,3 in het openingsuur, 40,7 in het volgende uur. Dus 42,5. Zitten we dan zo wat op het middenste schema? Daar zitten we ongeveer op het middenste schema, hè. Ja, inderdaad. Alles hangt natuurlijk af. Men rekent deze 40, 42 en 44 uit. Ik zag daar een aandachtige Greg van Avermaat met... Trentin daar vooraan, dat zijn ook van die mannen, dat zijn niet de supersnelste. Nee. Die hoeven zeker niet met Fabio Jacobsen en Merlier en anderen naar de streep te komen. Nee. Dus het is aan die mannen en dat soort type ploegen om de boel open te gooien. Hè. De rush naar de bergzone, naar de volgende delen van de bergzone, die is ingezet. Ik zie dat Frison in elk geval goed herstelt, want hij zit daar weer mee vooraan. Ja, inderdaad. Ja. Dat zal natuurlijk wel een boost gegeven hebben, die wedstrijd van gisteren. Jammer was er dan bij dat de Klerk nog net wel buiten de greep van het peloton kon blijven en hij er dan toch nog een deel over zich moest laten ingaan. Maar hij was in ieder geval gisteren de man die voor Lotto Soudal de meubels moest redden. Gevaarlijk, hè? Genoodzaakt erachter door. Het mag in principe niet. Maar soms als je er breed uitgesmeerd induikt, dan heb je echt geen kans. Dan moet je je zo manoeuvreren dat je niet tegen de man voor je aankletst. Dan heb ik er wel begrip voor. Dat er geen andere mogelijkheid is om achter de auto's of achter de mensen door te klimmen. Maar in principe kan het niet. Toch nog eens maar een kijkje nemen naar die kopgroep. En dan zeggen dat we toch wel gecharmeerd zijn door de aanwezigheid van het fenomeen Mikkel Bjerg. Ja. Mikkel Bjerg, u ziet hem daar met nummer 83. Ik denk dat hij hier op zoek is naar mogelijkheden als wegrenner. Ja, ik heb hem dit jaar in het voorjaar al een paar keren bezig gezien waar hij dan vooral kopwerk verrichtte voor Rui Costa. Daar heel lang op kop reed. Dus de benen en hij is zeker getest. Hij is zeker niet zijn eerste wedstrijd, zoals er gisteren sommigen bij waren. Dat zeker niet. Maar ja, zoals je net al zei, Bjerg is vooral bekend als tijdrijder. Drievoudig wereldkampioen bij de beloften. Hè? Ja, 1, 2, 3, ja. Inderdaad. Na elkaar. Ik dacht dat er 2 waren, maar het zijn er 3. Ja, betekent dat je opent als eerstejaars en dat je dan gewoon voortzet? Ja, want het is nu nog altijd de leeftijd van beloften. Hè? In het tijdrijden wordt dat een concurrent van Evenepoel. Ja, ik heb hem nogthans vorig jaar redelijk veel gevolgd, ook in die kleinere wedstrijden, Noorwegen. In de tijdrijden, hè? Ja, heb ik hem bezig gezien en daar viel hij mij een klein beetje tegen. Maar dan kwam het WK in Yorkshire en dan ging hij dan toch weer wereldkampioen worden. Daar tegenover staat natuurlijk dat Evenepoel daar tweede werd bij de profs.
Dus ik weet het. Dat is nog wel een zware tijdrit van 55 kilometer. En progressie is moeilijk in te schatten. Hè? Ja, absoluut, absoluut. Dat is toekomst kijken. Hè? Ja. Maar dat hij iedere keer op die afspraak is in die wereldkampioenschappen, dat is nu al wel bewezen. Al kun je natuurlijk de vraag stellen, moet dat dan, als je al twee keer wereldkampioen geweest bent bij de belofte, dat je dat nog een derde keer gaat doen en dat je dan al niet bij de profs bezig bent. Zie maar de tendens. Ik verwijs naar Simmons, en er zijn er nog wel, om ze al weg te halen van bij de juniors. Ja, ik denk er tegenover bij hem zelf, bij de man die we daar in tweede positie zien rijden, dat, dat hij misschien net iets te weinig wegrenner is. Ik bedoel daarmee zijn capaciteiten tentoonspreid op meerdere wedstrijden, parcoursen, zal ik maar zeggen. Zou het een einzelganger zijn, of heeft hij schrik van het frotten? In het peloton rijden. Het zou natuurlijk kunnen. Hè. Door het feit dat je tijdrijder bent, dan ben je meestal geneigd om je eigen ding te doen. Hij is ook hij is de man die al een keer of twee, drie het tuurrecord heeft aangevallen. Hè. Op zijn eentje. Daar ergens in Denemarken, Noorwegen. Ja. Zomaar. Wil daar natuurlijk ook voor een stuk zijn levenswerk van maken. Hè? Ja, absoluut. Makkelijk is dat niet, maar heeft er natuurlijk wel de capaciteiten voor. Daar kun je niet naast. Om het ooit eens een keertje te proberen en dicht bij Kampenaerts te komen. Het hoeft niet meteen zo te zijn dat hij er dan over moet. Met het nummer 186, Roy Jans. Dat is eigenlijk van de ploeg van Mathieu van der Poel. Roy Jans was een sprintfenomeen. Vooral in zijn jonge profjaren. Die meteen met glans meedeed in kleinere wedstrijden. Met allure sprints won. Is hij dat nog? Minder. Maar ik denk dat hem zelfs als een van de eerste keren hier in Kuurne zijn neus aan het venster stak. Het zou zomaar eens kunnen. Dat moeten we dan uitlassen. Want Maarten roept op. Heb je dat gehoord? Ja, nu wel. Gisteren. Ja, Roy Jans. Maar het zal niet voor hem zijn vandaag. Waarschijnlijk als het tot een sprint komt. Hè. Ze hebben de Belgische kampioen Tim Merlier in de rangen. En die kan het. Wie weet als hij die heuvels overleeft. Het zijn er nog drie in één kasseistrook. Misschien kan hij dan wel uithalen. Nog heel even over Mikkel Bjerg. Hij moest serieus zijn tenen uitkuisen om daar straks weg te rijden. En hij is een heel ander type dan Remco Evenepoel. Veel meer Cousteau. Het is een echte beer als je hem zo ziet rijden, Mikkel Bjerg. En achter ons rijdt de peloton. En dan zien we dat die mannen van Cofidis zich met een mannetje of drie, vier op kop hebben gezet. Zij zijn wellicht ook gebaat met een lastige koers. En niet echt met een sprint straks in Kuurne. Maarten, ik heb een vraag voor jou. Jans is snel. En als hij dan moet gaan, of wat zou kunnen gaan verrichten voor Merlier, moet hij dan in deze vlucht zitten? Dat is maar zeer de vraag, Michel. Dat is een hele goede vraag. Misschien moeten we die straks maar eens voorleggen aan de ploegleider, aan Christophe Roodhoofd. Maar het is opvallend, want hij had het ook al twee keer geprobeerd, Roy Jans, in de beginfase. Dus ik denk echt wel dat het de opdracht was voor hem om mee te zijn in die groep. Omdat, wie weet ze toch vooruit bleven. Ik ga de vraag dan doorspelen naar de professor hier naast mij. Jans zou een potentiële sprintloods kunnen zijn voor Merlier, gezien zijn basissnelheid en toch zit hij in die vlucht. Ja, inderdaad. Dat is een beetje verrassend zelfs, want toen ik die inderdaad dat vijftal daarnet doorkreeg van onze lieftallige assistente, Tineke. Tineke, ja. Dan was ik een beetje geschrokken bij de naam Jans. Dan denk je daar iemand anders van de ploeg te verwachten of te kunnen verwachten. In ieder geval was het Roy Jans. Ik had hem voor de wedstrijd eigenlijk al aangeduid met een klein beetje geel. Als tweede sprinter binnen die ploeg. Maar hij heeft het op een andere manier gedaan. Nu is het wel zo dat die ploeg van Alpecin Phoenix, dat die zowel hier, maar dan ook in de buitenlandse wedstrijden die ze voorlopig al gereden hebben, heel vaak in de aanval zitten. Dus publiciteit is die mannen niet onbekend. Zijn strafste stoot vind ik. Ik heb het over Jans. Wat is er hier aan de hand? Naar de fiets te kijken. Kampioenschap van België? Ik zie een tweede plaats in Parijs-Brussel. De Brussel Cycling Classic in 2015. Na Groenewegen. Ritje in de Ronde van Gabon. Hier is wat aan de hand. Was hij ook niet in de buurt van als Jens de Busser de kampioen van België geworden is? Dit is Mikkel Bjerg. Dit is actie van de dag. Hier heeft hij een probleem en gaat wisselen. Ja, zo'n vervelende situatie natuurlijk. Moeten nu wel alleen naartoe. Tweede in het WK, of het BK, excuseer, in Wielsbeke in 2014. Dat was als eerstejaars, hè? Ja, ja, vandaar. Als eerstejaars. En reed daar eigenlijk de snelste sprint. De Busser kampioen, dat was een kwestie van en rap en sterk zijn en positioneren. Ja, hij heeft dan een hele tijd bij Sibel rondgetoerd. Om dan uiteindelijk dan toch een stapje op te gaan. En is beste maatjes met Céline del Carmen Alvarado. Ja? Ja. Dat is straf.
Er zou een valpartij geweest zijn. Er komt een replay aan en dat is meestal een aankondiging van onheil. Daar moet wat gecrossed worden. Het is daar smal, het is daar eng. En daar moet inderdaad ontweken worden. En dan is het wat pinkelen om niet erbij gaan te liggen. En hoeps, al cyclocrossend en wat woedeuitbarstingen daarbij. Luke Rome, dunkt, die daar een andere fiets wegkeilt. Is dat de Frison die daar op zijn rug weer uit de gracht gekropen komt? Ja, je gaat dan maar de smalle wegen opzoeken. Hè? Ja, en de dag van vandaag, na de regen die er gevallen is, een gracht vinden zonder water in, dat zal moeilijk te vinden zijn op dit moment. Hè? Daar rijdt Coquard, de tweede man van Rex. Dat is Coquard. Lampaard, dat is een geruststelling. Hij zit hier op de eerste rij naast Asgreen. En Van Marke rijdt ook al een hele poos mee in de kijker. Maar ze doen voorlopig niet veel. Hè. Af en toe versnellen om van 6 naar 5 minuten te gaan. Ja. Daar staan ze weer stil. En een beetje gaan stilstaan. Ja, inderdaad. Het gaat zo traag dat ze inderdaad op een opstopping erachteraan veroorzaken. Ja, sprintersploegen die de koers voorlopig nog altijd lam leggen, zullen we maar zeggen. Toch op die oude Quaremont moet, kan niet anders. Moeten die mannen van Eneos, moeten de mannen van CCC en andere ploegen die geen topsprinter in huis hebben, die moeten iets doen, want anders rij je gewoon naar Kuurne. En ben je misschien met iemand top 10, en meer niet. Gezien het tippen van de koers moet je goed gestoffeerd zitten in die ploeg. En moet je een man of twee in dienst van die ene topsprinter hebben. Maar toch ook wel een aantal pionnen hebben die kunnen gaan voor een mogelijke vlucht. Want maar het is al laat om te vertrekken. Hè? Ja? Dus ik ga ervan uit, als die vlucht tot stand komt, dat het kantje boordje wordt om dat uit te gaan bouwen. Hè? Die voorsprong die eventueel groeit. Van Asbroek hier, die er een probeert van onder te gaan. Wat je wel krijgt, we krijgen hier wel zelden een echte massasprint. Hè? Ik bedoel, uitgedund. Met veel renners, met z'n allen. Ik zie ze nu niet met 80 man naar de streep komen. Nee. Daar is die Quaremont en die anderen toch wel net een tikkeltje te veel voor. Maar los van wat akkefietjes is er na goed 135 kilometer nog niet te veel doorgekoerst. Er is niets gebeurd voorlopig. Ik denk als je nu de wattages moest zien van sommige renners, dat die echt wel aan de lage kant zijn. Er zijn er natuurlijk een pak die dubbelen. Of een pak dat dubbelt. En je moet eigenlijk stellen, de feiten zeggen zoals ze zijn. Kuurne-Brussel-Kuurne profiteert van de aandacht voor de omloop. Ja, de ploegen. Gaat meestal ook nog eens met meer kijkers lopen. De ploegen die hier zijn, ja, de ploegen die hier zijn. Er zijn nogal wat van die buitenlandse ploegen die gewoon met exact hetzelfde team aan de start staan. Hè. Het zijn pas de Belgische ploegen die al is, of de Nederlandse ploegen. Daarbij zijn zelfs Nederlandse ploegen die niet zijn. Nee. Jumbo-Visma is niet van de partij, zoals ze dat vorig jaar ook niet waren in de Scheldeprijs. Een groene wegen zou je normaal gezien, je hebt een sprinter in je ploeg, je begint met de Europese, of te zeggen de noordelijke wedstrijden hier bij ons in deze regio, en daar zou je eigenlijk, ja, omloop het volk, omloop het nieuwsblad, gaan we groene wegen daarin steken? Nee, maar Kuurne zeker. De groene wegen heeft hier gewonnen in 2018 en ik herinner mij een interview, terwijl Van Keers wil ik daar aan de kop sleurt. Een interview met de groene wegen nadien en opgelet, want daar krijgt ook de motor een klap. Die moet daar maken dat die weg is, want het gaat daar razendsnel. De motor kan daar meestal het tempo op, die kritieke punten van de coureurs niet volgen. Maar groene wegen die zeggen van ja, ik moet het hier doen, want waar kan ik anders voor een sprint zijn gegaan? Want mijn ploeg start niet waar ik kan winnen. Ja, inderdaad. Er zijn rittenkoersen. Ja, inderdaad. Ze hebben het zelf vertikt om deel te nemen aan schoten. Kijk, zonder onze vriend Mikkel Bjerg ben je dan uiteindelijk nog met vier. De man van Astana, dus Hugo Hulle, zo spreek je het uit. Hij komt uit Quebec en is Franstalig. Dank je dit. En dan de geblokte Roy Jans. Het is goed voor Jans dat hij opgevist is door de gebroeders Roodhoofd. Want anders zou je nog een eind verder weggezakt zijn. Ja, absoluut. Absoluut. Dus, Hoel met een korte snok. Jans ondertussen 29, geboren in Bilze. Sluitingsprijs gewonnen in Puttecapelle in 2016. Door het snoggen in het peloton ziet u wat er gebeurt. Weer een halve minuut weg. Nog 4:30.
als alle registers opengetrokken worden op de oude Kwaremond, en dat zal zo zijn, dan gaat dat snel naar beneden tuimelen. Ja, er naartoe alleen al. Gaan ze al een halve minuut verliezen, denk ik. Het gevring richting Kwaremond. Er moet zeker een mogelijkheid in zitten. Het zou zelfs moeten kunnen dat die mannen vooruit blijven tot op de kluis. Of een deel van ze. Ja, inderdaad. Want daar gaan we rap zijn, hè. Over een goede 10 kilometer zijn we op de Kluisberg, hè. Dan zijn de bergen op. Ze mogen blij zijn dat ze maar met 4 zijn, nu. Het gaat over 11 bergjes in deze Kuurne-Busselkuurne. Vorig jaar waren er dat 13. En daar ziet u wat er gebeurt. Door akkefietjes op de smalle stukken krijg je versnippering. Je zal dan maar een sprinter hebben die daar achteraan verzeild geraakt is. En dat kan. Dan is het alle hens aan dek. En snel bijdraaien. En ondervinden van, nee, dit gaat te snel. Dit is niet echt mijn dag. De zender die nu al weten en lichtjes beseffen. En doorbraak zal ook niet voor dit jaar zijn. Ja, Tom de Vriend, de man van Hilaire van de Schuren, Circus Wanty-Goubert. Die al wel goed was in het voorjaar. Ja. Maar zo zie je maar, ik kan ook een beetje, ja, een beetje ziekjes worden of iets meegemaakt. Je rijdt tegen Greg Apole. Dan toch. Van Bahrein McLaren. De ploeg met Bauhaus, met Colbrelli en met Heinrich Hausler. Die van zichzelf zegt, ik ben terug, de man van 2009. Dat is dan 11 jaar later. En zegt hij, dat heb ik vooral te danken aan het feit dat ik me altijd weer moest aanpassen aan ploegen, aan nieuwe werkgevers, waar ik mijn draai niet vond. Kan dat nu? Ja, 11 jaar? Ik snap het zelf ook niet goed. Ja. We hadden hier net voor de wedstrijd begon Ruben van Gucht bij ons in de cabine die daar een heel verhaal over wist te vertellen. Het lijkt mij een beetje, ik ga niet zeggen een excuus, maar dat kan misschien een paar maanden duren, dat kan misschien een jaar duren, maar dat kan toch geen 5 seizoenen duren, denk ik dan. Nee, niet gestart in deze Kuurne-Busselkuurne dibben. Dat is een pionnetje minder voor Lotto Soudal. Dat was gisteren ook al het geval. En heb je het zitten, dan ben je hier dan de 6. Dan hebben we Scully met het nummer 95 van Education First. Ook niet van de partij. En Van Bilze, die is gisteren zwaar gevallen. Die werd afgevoerd naar een ziekenhuis. Die is ook niet van start gegaan. Asgreen, pertinent voorin. Ja, Degenkolb. Sleutelfiguur gisteren, hè? Ja. Sterke man. Ja, die daar uiteindelijk net kwam aantikken, zo. Tik. Stop bij Van Aert. Het is in het verleden vaak geweest dat in een halve thuiskoers, want dat is het voor Ploeg Lefevre, dat ze vaak recht zetten wat even fout liep de dag ervoor. Het is hier nu vooral kijken van, hebben we Jacobsen mee? Dat ze daar vooraan met Asgreen en met Lampaard en anderen er vol tegenaan gaan. Maar dan is dat belangrijk natuurlijk. Is die snelle man mee? Je zag het signaal van Trentin. Ik begrijp hem. Ze hebben niet de allersnelste man in huis. Met zekerheid niet, dus zij willen een koers maken. Ja, het zijn die ploegen die er vol tegenaan moeten gaan. Hè. Kwaremond naar het meest steile stuk toe. Opgelet daar weg uit het gootje, want anders rij je lek. Het grote probleem op de Kwaremond dat is dat je één keer voorbij het Kwaremondplein moet relanceren. Weer die hoge snelheid moet gaan zoeken op het buitenblad. Ja, vooral inderdaad met die grote versnelling er vol tegenaan gaan. En dat tot helemaal op het einde. Hè. Het is vaak die laatste 300-400 meter dat de veer breekt bij de meester. Dat kun je wel mest maken, José. Oeh. En als je dat dan kan, pakweg 240 kilometer in de Ronde van Vlaanderen, dan heeft dat nog een andere allure. Maar hier gaan we toch ook al grote verschillen zien. Hè? Ik bedoel, vroeg in het seizoen, niet iedereen is specialist op dit parcours. Dus we gaan duidelijk de jongens zien die voor dit werk gemaakt zijn en de anderen die daar, het zij te weinig kaas van gegeten hebben of nog niet echt in conditie zijn of gewoon dat soort wedstrijden niet aankunnen. Ze hebben wel een goede bezetting, hè? Wat de namen van de ploegen betreft. Ik heb maar één keer de wenkbrauwen gefronst, dat is bij het UNOX Norwegian Development Team. Ja, inderdaad. Alle anderen zijn namen als klokken, zeker in onze koers. Ook diegenen die niet tot de World Tour behoren. Hier komen we aan het Kwaremondplein. En daar kun je dan bijschakelen en doortrekken.
tot boven. Al zal het er hier vooral op aankomen om te overleven, want ze zijn toch al weggereden na goed 25 kilometer. Dat hebben we gehoord uit de mond van Maarten van Gramberen, die denk ik nu die groepjes aan het aftasten is. En dat is niet evident, want je doet als motorrijder niet wat je wil. We zien de wereldkampioen daar zonder mouwstukken overigens zigzaggend zijn weg naar voren zoeken, om toch maar goed gepositioneerd te zitten. Ah, hier is Maarten. Ja, en we zitten hier aan de voet van die oude Quaremont. En Mikkel Bjerg, de man die daar straks dan door die problemen moest lossen voorin, die zal zo meteen opgeslokt worden door het aanstormende peloton. En ze zijn nu echt wel aan het vlammen. Het is lang rustig geweest. Het heeft ook niet geregend. Dus het is ook nog niet zo zwaar geweest. Maar nu komt de allermoeilijkste zone er natuurlijk aan met die oude Quaremont. Nochtans zei Jens Keukeler, die het parcours kende, die het van gaan verkennen was vanmorgen, dat hij verwachtte dat voor Oudenaarde dat daar al oorlog zou zijn. Maar die oorlog hebben we niet gezien, maar die mag er nu wel aankomen wat ons betreft. Mikkel Bjerg wordt nu al opgeraapt. Tussendoor de uitslag van Kuurne-Busselkuurne voor junioren. 1 Sian uit de Broeks van het Akroch-Tormans team van Balen. Dan 2 Pepijn Reindring, dat is een Nederlander. En 3 Jack Rootkin Gray, dat is een Brit. De Britten hebben hier een reputatie te verdedigen. Want wonnen ooit hier de juniorenkoers in Kuurne-Busselkuurne. Thomas bijvoorbeeld. En Stannard was hier ook eens een keertje tweede. En Adam Blythe in 2007. Adam Blythe was een toptalent. Ik ga het maar eens vragen in Ramsel. Alleen heeft er vaak wat met zijn pet naar gegooid. Je kwam wat aanduiden, José. Ja, de eerste twee waren er van dezelfde Tormans team. Ja. Solo binnenkomst. Uit de Broeks kwam alleen binnen en vond het nodig om er nog een extraatje aan vast te knoppen. Stapte af op de streep en tilde zijn fiets boven. Ja, dat is in navolging van Remco Evenepoel, die dat hier ook ooit gedaan heeft. Hè. En nog van zoveel anderen. Ze nemen het vlug op. Hè. Als je ziet bij de jonge voetballertjes, die kunnen dan dezelfde als hun doelpunt vieren. Een beetje hetzelfde als de grote Messi. En bij Rens is dat soms ook wel het geval. Ja. Gaat men het vertikken om ook op de Quaremont iets te doen? Is me dat nu? Is Keukeler die lichtjes een aanzet geeft? Neemt dan Van Marken mee op sleeptouw? Ja, die mannen hebben wel Alvorsson en Keukeler zelf. Maar Keukeler in een sprint tegen Jacobsen? Denk het niet. Tegen Koop wil zich niet laten verrassen. Deed een poging om een plaats op te schuiven. Lijkt daar ook in geslaagd. Rode helm. Twee mannetjes van de Koning Quickstep ook goed mee voorin. Naasten ook herkenbaar aan de tricolore bandjes. Het is een beetje speuren naar de sprinters. Hè? Want voorlopig zien we die sprinters niet echt buiten Christophe. Niet echt vooraan verschijnen. Of weten ze van waar de wind komt straks? En is dat hier de grote Noor? Of is dat een van zijn kompanen die hem opwacht? Wat er gisteren met Christophe aan de hand was, er duidelijk mechanische problemen. Maar ik vraag me af of er niet meer aan de hand was. Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk als we daar geen geen verhaal rond of niemand daar de vraag stelt. Koplopers hebben nog 4 minuten. 4 minuten en een paar seconden over. Dus dat wordt makkelijk haalbaar. Daar rijdt Christophe wel degelijk in circa 15e positie. Ja, met de Bol in de buurt. Die is Bol. Zoekt niet naar Teuns, die is niet van de partij. Dylan Teuns. Edward Teuns, TH, wel. Benieuwd of er nu wat roert. Dat Trentin die daar naar voren komt. Ja, alweer. Hij gaat versnellen. Ja, maar dat is goed. Hij gaat versnellen. Neemt Keukeler mee op sleeptouw. Van Marken zit daar ideaal gepositioneerd. Maar het is niet rap genoeg, José, om weg te rijden. Nee, het is niet zo bam. Zo. Er moet echt een bommetje barsten. Er zit er te veel op de handrem. Er is niemand die geneigd is om over te nemen. Alhoewel, de mannen van Education First mogen eigenlijk toch wel gaan, zou ik zeggen. Men rijdt met de directief en men weet wellicht ook hoe het met de wind gesteld is. En men weet ook hoe het met de positionering van een aantal sprinters gesteld is. Dus toch maar een beetje voorbehoud en niet te geweldig doen. Al vallen daar nu wel bressen. Stuiven, vijfde, zesde positie.
gisteren aan het eind van de uitzending gezegd, Stuyven zou wel eens de eerste kunnen zijn die voor de dubbel zorgt, omloop Kuurne. Ja, je ziet dat, die kleine versnelling en onmiddellijk verbrokkeling tot en met, maar het zal misschien te weinig zijn als ze boven komen. Kuurne heeft natuurlijk ook jaren die zondag moeten delen met de Ronde van Limburg. Hè? Ja. Was er altijd een opsplitsing van dat peloton van de omloop, toen nog de omloop het volk of Gent. En dan trok een groot pakket naar Limburg en dat is natuurlijk moeilijk om te dubbelen. Stibar daar goed vooraan en ze zijn ondertussen boven. En die gaat er nu doortrekken. Zonder al te veel spatjes, vind ik. Ja, inderdaad. En dan komt er niet veel meer aan, hè? De kluis. Ja, de kluis, ja. Waar ben je daarboven? Dat is een zuchtje. En dat mag niet de minste problemen opleveren voor een toprenner. Zelfs de tweede rij komt daar easygoing boven. Zeg ik zo, met enige zin voor overdrijven. Ja, ja, inderdaad, ja, ja. Je kan daar wel voorsprong nemen, maar dat is nooit geen 20 seconden natuurlijk. Die wel. Dan zien we Touzé, Damien Touzé van Cofidis. Daarvoor rijdt Edward Teuns. En terug nummer 7. Dat op de sukkel na een val. In een van de voorjaarsritten koersen. En Asgreen. We hebben dus een formidabele editie gehad, José, waarbij de mannen van Lefebvre, ik denk met een stuk of 6 van het totaalgezelschap, de Poel aan Vlaarder reden op de Oude Quaremont. En met Van Marken onder meer, die volop meereed met een paar van zijn ploegmaats, gewoon doorreed tot in Kuurne. Met Bonen, die zich nog moest rekken en strekken om het toch nog te halen. Ja, de waaiertjes volgehouden tot op de lokale ronde. Ja, dikwijls daar met de laatste keer wanneer ze het Vossen al bovenreden. En daar dan vaak zo nog eens even de poel op de kant trekken. Zo. Moscon wordt onmiddellijk gedisqualificeerd. Beslissing van de wedstrijdjury. We nemen contact om te achterhalen waarom. Het is niet de eerste keer dat het Moscon overkomt. Dat heeft hij mispeuterd, dat is 1. En 2, betaalt hij zijn reputatie. Ja, misschien wel, hè. Misschien wel. Zo van de reflex, het is de dia. Kan niet anders dan dat het fout gaat. Maar waarvoor? Dat proberen we nu uit te vissen. Voetpad of iets anders wat hem heeft uitgestoken, want er zijn nogal wat andere renners die ook wel over het voetpad gereden hebben. Ongehoord en agressief gedrag naar andere renners toe. Ja, dat is repetitief, hè. Dat is niet de eerste keer. Dat blijft nu telkens weer opnieuw, maar dat is gelijk als hij blijft maar bijten, zal ik zeggen. Nochtans, als je ermee praat, dan heb je de indruk dat je met, ja, ik overdrijf wat, met een watje te doen hebt. Maar blijkbaar is hij een melkpotje. En kookt die snel over in prangende situaties. Het vuur eronder staat. Merlier mee, hè. Ja, Merlier mee. Ik heb hier net een sms'je gekregen van Sven van Toernout, de bondscoach. Die zei dat Merlier ook bij die valpartij zou betrokken geweest zijn. Er is daar niet veel van te zien. Nee. Sven Degenkol van Toernout, die ook ijzo na zijn intrede deed bij Lotte Soudal. Niet veel gescheeld. Ja? Ja. Maar is ondertussen al een tijdje gereden. Dat klopt. Er was daar die ene man van Ineos die een fiets van een andere renner wat verderop uit de gracht kanjerde. En dat zou wel eens een Moscon kunnen geweest zijn. En daar zou het over gaan. Vermoeden we toch. Maar we zoeken het op en we gaan het dan nog eens bestuderen. Ja, dat zou best kunnen. Want dat was vrij agressief dat die fiets daar de kant in ploeg. Twee groepjes die daar samensmelten. Je zit in twijfelland. Hè? Ja. Vooraan, niet... moeten we hier nu mee doorgaan? Ja. En wie hebben we bij? Kunnen we daarmee spelen? En hier achteraan, wat gaan we doen? Ah, we hebben een paar maandjes mee van voor. Maar we hebben wel onze sprinter hier zitten. Wat doen we dan? Het is natuurlijk ook zo, als die sprinter aangeeft van jongens, niet voor mij vandaag. Dat de situatie in één keer kan anders zijn. Hè? Agressief en ongehoord gedrag
naar andere renners toe. Moscon. Het is een kerel. Plots waait het wereldkampioenschap in Bergen binnen, waar hij aan de klink van de bondscoach terugkwam. Cassani nam dat onmiddellijk op hem, om Moscon te vrijwaren. We zitten weer bij Jans en zijn kompanen, met Hoel daarbij. En met de onbekende Abrahamsen van het UNOX Norwegian Development Team. Ja, het is vooral een opleidingsteam met een paar hele goede jongeren daarbij. Leknussont is er eentje van, die eigenlijk nu onder contract ligt bij Sunweb, maar daar nog een jaartje mag stagiair zijn. We hebben het te pakken. Ik krijg het een paar keer in mijn oren, allebei de replay van Moscon. Daar snukkelt men woeps de gracht in. Ja, er wordt mee de gracht in geport. Komt er nu uit. Gooit die fiets radicaal tegen het hoofd van iemand van de ploeg van Kokar. En ja, dat kost hem zijn koers. Hè? Ja. Ja, ze hebben natuurlijk ook beeld in de jurywagen. En dan, ja... Ja, dat hoort niet, hè. Sorry. Hè. Dit is ondertussen de kluis. Langs de Vlaamse kant? Langs de Vlaamse kant, ja. Dat is de meest steile kant? Ja, inderdaad. Dat is ongeveer dit punt hier. Hier op dat stukje. En daar gaat Van Avermaat. Van Avermaat met Van Tourini. Wat rijdt hij vlot. We zien dat Christophe ook onmiddellijk bijpompt om dat gat te dichten. Van Avermaat is even inschatten wat brengt mijn inspanning teweeg. Achteraan zien we ook jongens zitten, dacht ik. Het is inderdaad een beslissing van de jury op basis van de VAR. Voilà. Geleerd uit de problematiek die ontstaan is na het wereldkampioenschap voor junioren met Eekhoff. Die geslachtofferd werd nadat hij 11 à 12 minuten aan het steieren was. Dat was ook veel te lang. Dat had men er ook mogen over zeggen. Boven hier, rechts, zolang hij leefde, stond Rick van Steenbergen. Stevast. Zijn hunkerplek om naar de koers te komen kijken. Toen de koers nog veel vaker hier over de Kruisberg. Ja, ja, dat was vroeger een vaste waarde. Hè? Dat is een beetje een vergeten. Hè? Ja, inderdaad, een vaste waarde. Men deed die soms van de Waalse kant en dan naar die van de Vlaamse kant. Of andersom. Ik nu valt dat weer stil. Het is natuurlijk weer een prettig gegeven voor de mannen in de achtergrond. Je ziet de Degenkolb omkijken. Die ziet ook niet al te veel van zijn ploegmaats in zijn buurt. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Ja, Jacobsen mee, Merlier mee, Bol mee. Dus toch al een die rappe mannen onmiddellijk in het vizier. Moet de koning Quickstep daar niet zeggen? We zitten hier nagenoeg voltallig. Onze rappe man is mee, Geven. Ja, maar Geven onderweg, dat eind nog 52 kilometer naar huis of naar... Kuurne toe, dan ga je toch één of twee rennetjes... Wat dan doe je dat, hè? Ik denk eerder hier op dit parcours beginnen geven. Tempo maken dat er niemand kan wegspringen naar het einde toe. Of, klein groepje eigenlijk. En of ervoor zorgen dat de rest uit het kot komt. Zoals deze Hausler, die val dan toch goed overleefd heeft. Ja, de armpje is al terug in ieder geval in orde. Met de Colbrelli. En het zal dan wel geen toeval zijn dat alweer Rowe overleeft. Daar heeft hij ook kilometers op kop gereden gisteren. Weliswaar vanuit het verlies. Hier Merlier. Die wattages gehaald heeft, recent die hij nog niet gehaald heeft. En straks ook zal uitgespeeld worden in Noker. En dat komt er snel aan. En ook zal uitgespeeld worden in de Scheldeprijs. Ik wil dat wel eens zien, hè. Ik ga nu niet beweren dat hij die Scheldeprijs meteen gaat winnen tegen een Jacobsen. En een Groenewegen als de ploeg van Jumbo tenminste meedoet. Maar ik wil toch zien waar hij uitkomt. Ja, belangrijk zal natuurlijk zijn hoe wordt hij geloodst, hoe wordt hij gebracht. Moet hij niet te veel energie verspillen in de aanloop daar naartoe. Want dat is toch wel, als je ziet... Oké, je moet dan wel de snelste zijn, maar het is toch vaak de laatste man, Morkov of iemand anders, die eigenlijk koersbepalend is of winstbepalend is. Het is een crosser. En crossers zijn behendig, handig en heeft van nature uit een goede plaatsing.
groepje 1. Ja, zo'n mooi groep. Niet ondernemend. Zo'n mooi groepje. En dan, ja, dan laten ze daar de rest gewoon terugkomen. Hè. Voor een goed begrip. Jacobsen en compagnie in dat tweede pakket. Hè. Ja, ja. Dat nu samenpropt met pakket 1. Eentje die zich niet kan bedwingen en zegt van er maar op tijd weer naartoe. Spreekt voor zich dat je de opeenvolging van die 11 hellingen nu wel voelt. Maar het is wat nu komt dat meestal bepalend is. En nog altijd 3,5 minuut voor de koplopers. Ja, zoals ik daarnet al zei, ze mogen blij zijn dat ze maar met 4 meer zijn. He, daar vooraan. Allee, ik bedoel in het peloton. He. Ja, maar ze kunnen rekenen. He. Hadden ze met meer geweest, hadden ze er werk aan gehad. Als ze ze inderdaad zo ver hadden laten rijden. Maar dat doen ze dan ook weer niet natuurlijk. En Hausler, zonder nadenken, gewoon dienstbaar. Tegenkolf niet uit de vuurlijn weg te slaan. Van Marke wil een bus en grabbelt die ook mee. Hier zien we Frison met gekromde rug. Tak, nog 50 kilometers voor de koplopers. Deze nog wat verderop. Mannetje laat zich uitzakken en gaat monsteren. Wie zit daar allemaal van die van ons? Soms kun je ook al eens een keertje missen. Het overkomt Degenkolb nog als een man met een vaste hand. Maar het is misschien mogelijk dat hij nog altijd wat problemen heeft met die val toen die hand naar de Filistijnen was. Ja, misschien wel. Ja. Ook misschien de manier van aannemen niet echt agressief genoeg. De tweede man was een beetje verrast. Het kan natuurlijk gebeuren. We gaan naar Maarten. Ja, Degenkolb heeft moeite misschien met die bidonnen aan te nemen. Maar opvallend, wie hebben we al een paar keer langs de kant van de weg zien staan om bidonnen aan te geven? Dat is Mark Sergeant, de geweest sportieve manager toch bij Lotto Soudal. Maar intussen is hij adviseur, zoiets. Zo moeten we het omschrijven, denk ik. Raadgever, maar ook over sportieve ontwikkelingen, hoor. Frison in de slipstream op deze manier weer hopen op aansluiten en dat zal wel lukken. Het is lang geleden dat ik zo'n ontwikkeling gezien heb. Ja, tis, dat er zo'n negatieve instelling is geweest bij de mannen, bij de kopmannen vooraan. Ja, niks. He. Niemand. Je zou dan denken, ja, we zitten allemaal die sprinters. Hebben ze nu allemaal een topsprinter aan boord? Denken ze allemaal van te kunnen winnen? Dat kan wel natuurlijk, dat je denkt van te kunnen winnen. Maar als je dan de realiteit gaat bekijken, die en die en die, dan verkleinen de kansen toch. Als je moet terugkeren, is het altijd kanjer. Je hebt geen keuze. Je moet je plaats terugpakken en liefst zo snel mogelijk, want je weet nooit hoe de wind straks draait. We zagen Konischev, de zoon van, het tempo bepalen achteraan. Maar hoe doet dat hier vooraan? Met de Keukeler. Ja, van Avermaat Kuhn. Of zijn er te veel die beseffen, mannen, niet te veel geven, want er komt nog hard labeur in de wind. Ja, ja, ja. Vraag het mij af. Ik vind dat er toch... Ze hebben toch al het een en het ander voor de wielen gekregen. En als je daar zo weinig mee doet, vraag ik mij dan af. Hey, je denkt aan oude Kwaremond en denk je toch altijd vol, vol, vol. Merlier ruikt dat het te gebeuren staat. Doet dat met verven? Ja, niemand mee van de Koning Quickstep. Normaal gezien moeten die mannen toch organisatie op touw brengen daarachter. Of gaan ze nu weer wegrijden zoals ze gisteren wegreden zijn? Want gisteren reden ze toch eigenlijk wel op een vrij... Een goedkope manier weg. Ja. Ja, inderdaad, op dat moment wel. Dat kun je natuurlijk achteraf niet meer zeggen. Als Tim de Klerk nu zit te luisteren, dan zeg ik nu al excuus voor deze uitspraak. Maar het was op kouze voeten. Ja, hey, ik bedoel... We zaten zo te kijken, zo van, zijn die nu weg? Ah ja, die zijn weg, ja. Het is gedaan. Oei. Misschien... Het was ook gisteren na een race in feite. Hè? Je had die vlucht, die dubbele putsch, Ineos en Trek. 5 plus 4 is 9. En dan dat aanvalletje van Avermaat. Die geen succes had, die geen trawanten meekreeg. Ja, en dan valt het wat stil. En nu? Ah ja. We trekken onze sloeven aan en we zijn weg.
inderdaad, op de sloeven uit en op kouse voeten weg. Ja, ook al. De wereldkampioen roert zich. Dat is mooi. Voor de rest nog altijd 3 minuten. Het is wel om een gat te dichten. Er zitten er vooraan wel een paar kanjes bij. Hè? En van organiseren is hier niet te veel sprake. Daar moet hij toch al een prijs betalen, ja, voor die inspanning. Dat was de laatste restjes eruit. Iris Moscon. Ja. Nu nog altijd. Nu gaat hij zijn rugnummer wegdoen. Hij is niet blij. Heeft het weer zitten. Maar nogmaals, het is een ophoping, van feiten. Het is jammer voor hem. Maar het is zijn temperament. Hij heeft het niet onder bedwang. Ja, hij gaat moeten afpassen of ze gaan er bij Ineos een keer een streep doortrekken. Dat is iets wat men bij sponsors niet echt graag meemaakt. Het begint in 2017, José. Ronde van Romandie. Racistische uitlatingen aan het adres van Reza. Disqualificatie in het WK. Vanwege te lang en te rap vooral aan de auto. Dan was er een klacht van Reichenbach. Die zei van, ik ben opzettelijk ten val gebracht in het Trevalle van Varese. En ik heb daar een elleboogbreuk aan overgehouden. Ga maar eens Moscon raadplegen. Want hij was de man die het veroorzaakte. Hij is daar wel voor vrijgepleit voor dat laatste op 20 mei. Want op de duur ben je in alles de pineut. Ja, inderdaad. Je hoeft er maar in de buurt te zijn. Maar het, dit geval, ja. Dit doe je niet. Hè. Dus oké, dit zijn collega's. Dit zijn... Je zit hier niet met wielertoeristen op de weg. En dan nog, mogen nog wielertoeristen zijn, dan hoef je dat nog niet te doen natuurlijk. Ik bedoel, je bent met gelijkwaardige renners, collega's onder de baan. En dan ga je daar, wanneer je dan inderdaad elkaar even hindert wat kan gebeuren, dan mag dat nooit de reactie zijn natuurlijk. Nooit. Mooi van Cocard dat hij zich daar volop mee in de strijd wierp. Mannetje van Movistar dat probeert mee te schuiven. Ik dacht, Prades... Samenstelling, dat is wel interessant. En Gabriel Gullig, dat is een Brit. Juri Holman, dat is een Duitser. Johan Jacobs, Zwitserse Belg. Matteo Jorgensen. Guillermo Masbonet, die kennen we beter. Luis Masbonet, dan hebben we Eduard Prades en Jurgen Roelands. Hoe sterk Roelands nog altijd mag wezen, hij is wel met een ploeg van secundair belang op gang. Ja, hij moet het zelf doen. Hè. Hij kan het zelf doen, want hij moet naar niks of niemand kijken. Sta even mee. Heb je dan nog ambitie om het te doen? Dat vraag ik me af. Hè. We verlaten weer de hoofdweg. We gaan weer de landerijen opzoeken. Het wordt weer wat smaller. Hier dit stuk van het peloton, gerugsteund door de neutrale auto. Hier zitten we bij de jagers. Waar Merlier zit. We kregen het daarnet een bordje met G2. Ja. Dat is inderdaad het eerste deel van het pakket. Ja, dat is het eerste. Ja, van het totaalpakket. Ja, absoluut. Achter de vier. We hebben nog altijd de vier voorop. Achter het viertal, hè, ja. Op die manier kunnen we toch eens kijken wie er allemaal bij zit. Of ongeveer dan toch. De nood zien we daar in ieder geval zitten. Van Avermaat zat daar. Cocard als voorlaatste. En dan missen we daar toch Jacobsen. Koning, Big Step. De sprinters. Eén man mee, dacht ik, daar vooraan. Die zullen hier zitten, hè? Ja. Hij houden zich nog niet met het achtervolgen bezig. Wordt er op dit ogenblik op Jacobsen ingepraat? Is men daarmee bezig? Daar zitten ze echt verspreid over de volle lengte van dit groepje. Misschien wachten tot ze strak op de grotere weg komen om dan echt te gaan organiseren. En misschien te gaan kijken van wie, welke ploeg kunnen we nog meenemen om ons te steunen. Lekker band hier achteraan. Dat is Barthes. Cyril Barthes. Vroeger een sprinter. Nu wellicht ingezet om eventueel als loods te dienen als dat al kan voor Brian Cocard. Die zich niet spaart.
Van Avermaat wil altijd koers. Ja, Benoot erbij. Van Marke, Christophe. Die ziet het wel zitten. Van Marke, ik heb de indruk dat hij meer en meer... Nee, dat is ook zo. Dat hij dat openingsweekend beschouwt als opbouwweekend. En ondertussen gaan de kansen voorbij. Dat mag je wel zeggen. Bouw maar op, hè. Als ondertussen de rest de koersen winnen. We zitten hier dus in zo'n stuk waar de organisatie gezegd heeft... we gaan een ingreep doen, we gaan proberen om er wat slingerwegen in te leggen... ten voordele van de vluchters. Benoot. Ja, Stibar mee, maar wel goede aanname van de drinkbus. Stibar alleen mee van de ploeg van de Koning Quickstep. Is wat de Koning Quickstep betreft de ploeg het altijd en overal verplicht om de boel kapot te rijden? Nee. Ja. Hebben ze een pion die volgens jou voldoende afwerkerscapaciteiten heeft? Ja. Om overal toe te slaan? Ze hebben geen bonen, hè. Nee. Ze hebben geen bonen, hè. Er zit ook bij die mannen voorlopig niemand bij met een palmarès à la Gilbert of anderen, natuurlijk. Dus zijn ze wel verplicht om de wedstrijd hard te maken? Ze zijn verplicht om in dit geval... Ik heb het ook over andere wedstrijden. Ja, ik weet het, ja. Met zoveel mogelijk mannetjes spelen, een kwartet vormen, misschien zelfs een quintet, om dan een guerrilla uit te voeren. Ik vind dat ze dat door het feit dat ze niet echt die topspits hebben, dat ze toch ondanks alles nog altijd heel veel winnen. Dat vind ik eigenlijk wel sterk. Dat is een feit, maar ze hebben ook nog altijd voldoende rappe mannen, hè? Ja, dat wel. Ja, tuurlijk. Ja, ze hebben daar uiteraard... Jacobsen is een garantie, hè? Ja, dat is een garantie. En wat Cavagnac gisteren uitgehaald heeft, het is jammer dat we dat niet gezien hebben. Dat moet een straffe stoot geweest zijn. In de Ardèche Classic. 3 minuten weg. Mee in de lange vlucht, maar dan 3 minuten weg. We hebben die ook een etappe zien winnen op dezelfde manier in de Ronde van Spanje. Mijn reflex was, waarom... wordt die jongen niet eens uitgeprobeerd in een wedstrijd zoals deze of die van gisteren? Heeft al dwars door West-Vlaanderen gewonnen. Ja, klopt, helemaal. Dus misschien zit dat er nog wel aan te komen. We gaan naar Maarten. Ja, we zijn daar net die kopgroep heel even kunnen voorbijrijden. En wie daar heel goed zit, in 5e positie, is Timmerlier. Gretig natuurlijk, Greg van Avermaat. Zoals José daarnet opmerkte, maar één mannetje van Quickstep voorlopig. Dat is Zdenek Stibar. Die houdt zijn benen gedijst. Ook geen sprake van Kees Bol, want die zou ik zeker ook niet onderschatten als het straks dan toch tot een sprint zou komen. Want in de Algarve heeft hij Jacobsen er zelfs al opgelegd. Ja, en we hebben ook van Thijs Zonneveld in een opname bij ons op de VRT vernomen dat die Bol dat die meer kan dan alleen maar sprinten. Ja, dat is inderdaad iemand die makkelijker een berg in overkomt dan veel anderen. Het is ook niet hij is wel een grote, forse kerel, maar niet de man met de superbrede dijen. Zo van. Het is een redelijke, grote, maar ranke atleet. Ja, Stiva, die toch meer rijdt. Ja. Vorig jaar winnaar van de omloop en van de E3 Bing Bang Haarlembeek. Of Bing Bang Classic. Van Turini. Sterke beer. Was overeengekomen in de rangen van de Emiraten dat Christophsen de sprint zou mineren voor Philips. Vandaag, hè? Vandaag. Ja. Ja. De beste manier om dat niet te moeten doen is er vanaf komen. Is zorgen dat je mee bent. Daar heb je de mannen van Israël. Ik zie daar toch een tweede man zitten van Sunwebs. Binnen die kopgroep. Rijdt Philipsen daar? Hier rechts even in beeld. Tweede man, ja. Tweede man van het team bedoel ik. Hè. Wordt daar even aan de kant uit de wind gezet. Daar komt Lampaard piepen. Gaan ze zich nog wat meer naar voren oriënteren. Het gaat per slot van rekening nog altijd maar om een goede half minuut. De koplopers, mocht hij wat later ingeschakeld hebben, dat zijn de mannen die weggereden zijn. Toen waren met z'n vijven. Dat was na 25 kilometer. Bjerg, de drievoudige wereldkampioen bij de belofte in de tijdrijden, was ook bij ze. Die had een mechanisch defect. Die stond lek en kwam niet meer terug. Rijden daar dus Jans, Abrahamsen, Hoel en Boris Vallée, het waaltje van Wallonie-Bruxelles. En we gaan naar Maarten.
Ja, en Thijs Sonneveld had wel degelijk gelijk, want er zit een tweede mannetje daarvoor. En dat is iemand die misschien wel meer kan dan sprinten. Kees Bol, die nu heel even aan het overleggen was met Tiesj Benoot. Dus hij zit erbij. Een van de snelste mannen misschien wel in deze groep, samen met Alexander Christophe en de heel gretige John Degenkolb. Ja, het is dus de aanwezigheid van Stiba die ervoor zorgt dat de rest terughoudend koerst. Ja, maar ja. Dat af te werken natuurlijk, dat is toch wel heel zwaar gokken. Of ze moeten een signaal gekregen hebben van Jacobsen zelf, die zegt van jongens, voel me niet super. Je kan ook een beetje gokken, hè? Ja, ik denk dat ze zijn nog altijd klein en ik kan me inbeelden dat ze in de volgauto zeggen van laat de anderen het oplossen, hè? Er gaan en zorg dat je met een stevig pakket voor de pinnen komt in de zone van de waarheid in de lokale ronde. Er is er maar één meer. Er gaan er straks nog wat ploegen zijn die een paar renners op kop gaan zetten en dan kunnen ze daar... met een paar mannen bij aansluiten, de mannen van de Keuning Quickstep. En op die manier in laatste instantie de boel terug dichtrijden. Want dat gaat die niet blijven draaien natuurlijk. Er zitten er achteraan een paar bij. Er is er maar één niet overnemen. Meer, wil ik nog eens herhalen. Ik heb het over de lokale ronde. Dat is een ronde van 15 kilometer. Doorgaans waren er dat twee, zolang we hier aankomen, altijd al geweten. Nee, nu gereduceerd tot eentje. Ja, Niels Pollitt. En nu komt Asgreen. Jungels, dat zijn ze. Ja, voilà. Dat zijn ze. Daar is de overname. Straks de boel nog eens op de kant trekken. Vier, nog altijd een voorsprong van 1,36. Achter de paaltjes door. Ja. De manschappen van de ploeg van de broeders Groothoff nog goed vertegenwoordigd met een man of drie. Colbrelli met die zo herkenbare stijl. Ja, en Benoot die natuurlijk vol de kaart Bol trekt. Toch getuige van vorm, van kunde, van talent ook bij Merlier. Van op de Quaremont mee vooraan, van voor de Quaremont, daar waar het moet gebeuren. Draait niet, je ziet vallen gaten in. Komt altijd wel ergens van achteren uit piepen. Ondanks het feit dat er weinig gebeurd is in de bergzone, dat men niet echt het volle pond gegeven heeft. Is het al ooit anders geweest in kunde dan dit? Nee. Eén groep die wegrijdt, een tweede groep die terugkomt. Alhoewel, nu, dit vind ik toch wel een aparte manier. Ook weer op een heel rare manier weggereden. En een ploeg als de Keuning Quickstep, die zich eigenlijk wel laat verrassen, wat dat je nooit verwacht, moet er nu aan de bak. En voorlopig is daar niemand, buiten Pollitt misschien. Fabio zit daar goed en het is Van Avermaet die er vooraan een snok aangeeft. Met de tussenstoken. Ja, er zitten er een deel bij die niet rijden. Hè. Ik zie daar de mannen van Education First met Van Marken en Keukeleire niet echt veel doen. Ook dat is hier usual stuff. Ja, het is een vervelende situatie. Men hinkt op twee gedachten. Ja. Ze zitten daar ook te kijken natuurlijk. Ze zien daar met Bol, met Merlier, met Christophe, met nog wel een paar andere snelle mannen daar vooraan. Van ja, hoe moeten we dat gaan doen? We hebben een samenstelling van de groep waarop deze mannen zitten te jagen. We hebben daarvoor Trek Stuyven. We hebben nog altijd een voorsprong van een, even kijken, een goede 20 seconden. Maak er maar 25 van. Stibar voor de Keuning Quickstep. Van Avermaet, Das Solo voor CCC. Ze zijn nu al naar boven. Degenkolb voor Lotto Soudal. Nogal wat enkelingen. Dan hebben we Kung voor FDJ. Dat zijn toch allemaal kloeke namen. Dan Christophe voor de Emiraten. Dan hebben we Keukeleire met Van Marken, het koppel van Education First. Drukker voor Bora Hansgrohe. Johan Jacobs mee. Gisteren ook goed mee hoor. In de uitslag voor Movistar. Sonny Colbrelli voor Bahrein McLaren.
Touzé voor Cofidis, Durbridge voor Mitchelton, Nizzolo, Rapaman voor NTT Pro Cycling, Tiche Benoot voor Sunweb, Merlier voor Alpecin Phoenix en Brian. BNB Hotels. Dat zijn wel namen, hè? Ja, dat zijn hele goede kopgroep. Hele goede kopgroep, met daar een paar verrassingen bij. Waaronder Jacobs. Dat zijn 18 ploegen die vertegenwoordigd zijn. Ja, één koppeltje, denk ik. Hè. De mannen van Education. Met Van Marken en Keukleiden. Alhoewel, Benoot moet er ook bij zitten met Bol. Met Bol ook, hè. Ja. Dus Bol moet hier nog aan deze lijst toegevoegd worden bij Sunweb. Maarten. Ja, we hangen nu voorbij dat derde groepje. Dat groepje achter de groep van Avermaat, laat ons zeggen. En daar zijn het de mannen van Quickstep die echt wel met een mannetje of 4, 5 aan het doorvlammen zijn om opnieuw aansluiting te vinden met die kopgroep. Dat is om Jacobsen natuurlijk terug te brengen. En het gaat snel hoor, met Asgreen, met Bob Jongels, de winnaar van vorig jaar. Ze zijn aan het doorperen hier op dit stuk met wind. En ik denk dat ze, ja, een seconde of 15 denk ik. Ik denk dat ze zich gaan oprapen. Ja, hij trok het boel daar op de kant en dat staat er op het punt om te breken. Over 25 seconden. En op die manier, door het feit dat er gedrum is van achteren, wordt er ook wat steviger doorgetrokken vooraan. En worden die vier hapklaar. Van Avermaat veruit het meest in beeld voor u. Kat en muisspel. Ja. Het is natuurlijk wel op die manier dat ze de mannen van Quickstep, Koenig Quickstep, een beetje onder druk zetten. Maar in principe met de motoren die je daar hebt, met Jungels en met Asgreen en nog een paar anderen, moet dat toch in principe mogelijk zijn om dat gaatje te krijgen. Ik kan dat wel begrijpen. Hè. Dan zegt Benoot, ik geef er een lap op. En Van Avermaat die pikt over, neemt over. Gaf ook aan Benoot mee, pak mijn wiel. Van Marken ziet ook wel wat in dat bondgenootschap. Maar dan heb je er een paar die je eraan. Op het nieuwe stukje van het parcours, daar zijn we mee bezig. Het loopt ook nog wel wat op, dus hier kun je eventueel wat mee aanvangen. In de Beerbosstraat, 500 meter. Het is niet ellendig lang.
we gaan niet eens. Heerlijk. Je mag dan wel samen de glorie zoeken als puntje bij paaltje komt wie je zelf een koers wil. Hè? Tuurlijk. En dat is geen dat Stiba vorig jaar kunnen doen heeft met de omloop te winnen. Maar wil toch maar zo graag. Dit is nu wel geen, hoe zou ik het zeggen, monument. Maar toch een mooie wedstrijd. Als je dat al gewonnen hebt, dan kan je toch al een eind mee weg. Maar u ziet hier vanuit dit prachtig aangeschoten luchtbeeld dat er nog heel veel werk is. En dat er weer een aansluiting op Til is. Met Kung die daarvoor zorgt. Met Lier erachter. En je ziet ook alweer dat Lotto Soudal het niet makkelijk heeft om zich te manifesteren. Nee, een goede degenkolop. Een zat goede daar degenkolop, alleen? Ja, en niet gegroepeerd. Hè. Nee, altijd nooit. Er en der verspreid. Dat wijst toch op hier en daar relatieve zwakte bij een aantal elementen. Hè? Het is natuurlijk, als je het hier moet doen met mannen als Iversen en Brian van Goeting, alle respect, en met de jongen van Moer, Fison, die gisteren een, men is vergeten, een dijk van een koers men te rijden. Is vergeten daar het middenveld te versterken. Ja, absoluut, ja. En hoe zet je dat nog recht? Dus natuurlijk met vaste contracten, of contracten die vast lagen. Nog 33 kilometer. 15 kilometer van de aankomst maken we voor het eerst onze opwachting hier aan de streep op de Brugse Steenweg in Kuurne. En dan zal er moeten uitgekeken worden naar een vermeteling die weet dat daar een premie te rapen valt. Ja, dat is zo in deze halve klassieker. €500? €2.500, dat is genoeg, hè? Alsjeblieft. Jacobsen freewielend. Er zijn veel op het wiel, maar dat is zijn recht. Er zijn veel dagen bij dat we minder verdienen, zeker? Alle dagen. Ja, voilà. Alle weken. Voilà. Alle maanden. Voilà. Nee, wat jou betreft moet ik nu stoppen. Stijve dag te reageren. En gaat dat nu wellicht ook nog doen? Werd daar wat gebarricadeerd, niet moedwillig. Petersen heeft het vaak niet onder de mat. Ah ja, het is natuurlijk wel zo, hij rijdt met die wereldrui aan dat hem in beeld komt natuurlijk.
Maar dit is toch... ja, dat mag je nog een beetje knechten. Dan heeft hij er net wel even proberen dat gaatje te dichten al een hele tijd geleden. Maar dit is nog zeker niet de Petersen van, het WK. Kop van de koers. En dat gedurende uren. Hoel die wat schijf trekt van de inspanningen. Ja, Jans nog altijd met een soepele tred. Nou, soepel. Toch een poging daartoe. Van Avermaet reageert op alles. En als er een prikje komt, dan pakt hij onmiddellijk over. Maakt de wedstrijd hard. Zie je nu ook voor het eerst een grimas bij Stuyven in de Gouten. Jongens ook van de partij. Bij iedere nieuwe prik, vooral van... is dat jongens die doorschuift? Daar lijkt het op, ja. Dat is hem. Dat is mijn indruk. Opgelet, hè. Opgelet, hè. Wie heeft die, deze mannen in het vizier? Ja, wie gaat er dan rijden, hè? Dat is ook een leuke... Die komt. Stuyven. We gaan eens zien hoe rap dat gaat. Ik heb het gisteren aan het eind van de uitzending gezegd. Als er eentje voor het eerst dubbel kan binnenhalen, dan is dat Stuyven wel. Komt Kuhn en Terpstra? Ja. Het is hard tegen hard. Maar nu wel koers. En ze moeten wel degelijk verkend hebben, want nu begin ik toch wel een beetje beter te begrijpen waarom de passiviteit zelfs op de Quaremont groot was. Maar anderzijds, als je er een fraai spektakel wil van maken, dan zet je aan, hè. Dan rij je de rest weg. Hè. Dat is Roetsch, die er andermaal uitroetscht. Het is Baralji daar net voor. Man die ooit in zijn etappe won in de Ronde van Spanje. Op een diefje. In een sprint. Hij werd bij de ploeg van der Poel gehaald om die ploeg te versterken. Peloton in 3-4 stuk. Philipsen wordt gelost. Ergens in een van die pelotonnetjes. Daar waar Pedersen zat, daar moet Philipsen ook gezeten hebben. Ja, de volgende man. Dus van de Koenink. Slag om slinger proberen om weg te geraken. Askren, denk ik. Dat is natuurlijk de veiligste manier, hè. Dat Solo. Moet Askren zijn met die lange manivellen, die lange dijbenen. En op die manier de andere ploegen onder druk blijven zitten. En ook al is rekensommetjes gemaakt, er zijn niet te veel pakketjes meer van ploegen. Het gaat om enkelingen. Jans pakt in. Je hoort in de achtergrond de cameraman zeggen Rob en de Rover of de motorrijder. Voorlopig nog niet. Je ziet dat Hoel van Quebec probeert om toch nog mee te gaan. Maar dat zal lastig worden. De nieuwe weggetjes hebben wel meer golving dan het oude patroon. Ja, een beetje draaien keren inderdaad. Anders dat je die geëikte, dat geëikte patroon Tiegenberg over... Zo komt de look van deze wedstrijd wel dichter bij die van de E3 Harelbeke. Daar moet je ook altijd de laatste 20 kilometer in de vlakte naar Harelbeke. Hier is dat wel wat langer. Ja, nu ga je natuurlijk 15 kilometer tegen hier aan dat de eerste maal aan de streep voorbij komen. Een opmerking die ik terecht vind is van, moet je de sprinters dan in godsnaam zo moeilijk maken? Ze hebben zo weinig kansen. Ja. Het is voorjaar, hè. Ja. Het is zo'n soort type wedstrijd, zo waar. Hè. Askren zal al voldoende ervaring hebben om te weten dat die mannen nu niet meer gaan overpakken. Nee, die gaan niet meer overnemen. En om die mannen er dan zomaar af te rijden, dat is ook al niet makkelijk. Stel je voor dat je daar voorop rijdt. Ja, en dat je daar helemaal op het einde nog... Roy Jans is slim genoeg, denk ik, om te passen. Gaat nog wel fors mee. Met Vallée. En Askren. Twee Belgen en Deen. 28 kilometer nog. Lichte aarzeling, maar ze hebben ze voor het grijpen. En toch weer een breuk, hè, in dat peloton. Dat opent perspectieven op acties, misschien wel solo-acties in de lokale ronde. Ja, het zou wel eens kunnen zijn als die straks, wanneer ze hier aankomen, dat ze allemaal redelijk grijs beginnen zien. Hè? Ik bedoel,
ondanks relatief, tussen aanhalingstekens, rustig koersen, wat dat wij denken dan toch, dat ze wel allemaal die zouden kunnen stuk zitten naar het einde toe. Ja, nog meer voor de mannen die de dubbel gedaan hebben. Hè? Ja, voilà. De echte kanjers die voelden nu pas de benen kriebelen. Er wordt in de achtergrond fel getrokken en gesleurd in dienst van Bol. Het is benoemd. Nog altijd. Zijn we gedoemd om al wat snel is uit Nederland te zien komen? Ik geloof mijn ogen niet als ik die pistiers bezig zie. Ja. Moeder gods. Ploegsprint. 17e seconde onder het wereldrecord. Dat is een eeuwigheid, hè? De kilometer. Ook al. Het gaan er anderen ook nog denken, hè? Ja, het is... ja, iedereen de hartklop heeft... van het wielrennen. Absoluut, absoluut. De koers is van Kuurne. Voilà. De koers is van ons. Boris Vallee, het waaltje vooraan, 26. Geboren in Verviers. Rit gewonnen in de Ronde van Wallonië in 2016. De man in het knalgele daar. Etappe van Saint-Guilain naar Le Reulx. 180 kilometer voor Tom Boonen in de sprint. En Maikin en Trentin. We wonnen ook het eindklassement in de Tour over Taihu Lake in China. Woont nu in Timistère Clermont. Spekt ook, ontstaat. En in al die wielerjaren die ondertussen op de teller heeft, is hij vooral bezig met het tellen van landen waar hij al op bezoek geweest is. En dat zijn er op dit ogenblik 38. Dat kun je op zijn Instagram uitpluizen. Hij heeft ooit goud gehaald op Olympische Spelen. Straf, hè? Allee, niet in het kunsttunnel, hè? Of kunstgymnastiek, of artistieke gymnastiek. Nee. Op de jeugd-Olympiade in Singapore. Olympisch kampioen op de weg bij de junioren. Waar zijn we, José? 26 kilometer van het eind. En op welk grondgebied? Daar rijden we een... Kuurne, Kortrijk. Groot Kortrijk binnen? Ja. Kortrijk, Adelbeek, Kuurne. Adelbeek, Kuurne. Vermoot. Nog een man van de streek. Die rijdt eigenlijk naar huis. Het is van Adelbeek. Jesserie, die is heel dichtbij geweest, hè? Ja. Die werd in de laatste bocht ingelopen, hè? Ja. Jesserie, die is heel dichtbij geweest. Heeft dus ervaring opgedaan dat het dan net niet lukt. Als je wacht dat in de lokale ronden toen nog twee, nu maar één. En nu maar van wat verder. Kortrijk heeft aan wielerallure gewonnen door cyclocross hier laten plaats te vinden. Ja, dat was inderdaad een heel mooi initiatief. Dat was leuk, dat was aankomst mooi. Op dat een was, brug. Ja, ja, fantastisch. Over de Leien, magnifiek. Ja. Winnaar van Der Poel. En de manier waarop. Maar wat een flair, die brug op knallen. Een helling die wat deed denken aan die in Hoogrijden, waar het ook hoog oploopt. Dat hier dus in Kortrijk. Geen vermoten probeert te doen, is natuurlijk niet het makkelijkste. Hè? Nee. Naar deze man, naar Asgreen naartoe rijden. Vermoten komt uit het kamp Lefevre, heeft dan de oversteek gemaakt naar Zuid-Afrika. Een beetje te vergeefs. Ja, meer met... En nu bij Cofidis, de wetenschap dat Cofidis Vlamingen omarmt en goed betaalt. Absoluut, mee met Cavendish en daar geprobeerd samen met Cavendish de boel terug op de rails te krijgen, maar dat lukte niet echt. Kan een rol spelen in de voortrein van Viviani, want die zit ook bij Cofidis. Ja, de vraag is of Viviani nog die snelle benen vindt. Hè? En vooral die loodse vindt die hij had met een Morkov of zo. Want Morkov en hij heeft nu wel Sabatini meegekregen, zeker binnen die ploeg. Maar Morkov is toch van goud waarde. Maarten is er nog. We rijden hier naast de drie mannen voorop. En het is Asgreen die net vroeg aan Boris Vallee, zeg man, neem eens over. En dat heeft hij dan uiteindelijk gedaan.
Maar het is indrukwekkend, moet ik zeggen, om te zien hoe hij daar aan het rijden is. En aan het rijden was met de handjes bovenop het stuur. Hij vraagt nu aan Roy Jans, wil jij niet overpakken? Nee, zegt Roy Jans, ik ben al blij dat ik gewoon in je wiel kan blijven. Het is dus nu heel even Valet, maar dan gaat Asgreen opnieuw overnemen. Het doet een beetje denken aan Bob Jungels vorig jaar, maar die was toen alleen. En als we eens achterom kijken, het is toch echt al wel een flinke kloof, hoor, dat die sterke man, de nummer 2 van de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar bij elkaar heeft gereden. Maarten, kijk eens naar je snelheidsmeter. Wat lees je af? Ik zie dat zal 2, 3, 54, zoiets schat ik. Dat is hetgeen onze snelheidsmeter van de motor aangeeft. Als je dan rekening houdt met de gebruikercorrectie, dan mag je toch wel zeggen om bij de 50. Stannard is verrezen. Is aan zijn tweede beurt toe, na uiterlijke beurten van gisteren. Normaal gezien zou je denken, geen enkel probleem voor Asgreen. Maar, stel u voor, dat je de Roy Jans niet afkrijgt. Ja, dan creëer je dat probleem zelf, hè. Als je doorrijdt zonder omzien. Normaal gezien, Asgreen is snel, hè. Je kan heel goed aankomen, moet in principe bekwaam zijn om die mannen er knal uit te rijden. Met een goede demarrage. Ik weet wat Jans nu denkt. Door. Doet maar aan met de man. Ja. Je ziet van mij nog niet vanaf. Of zoiets. En ze worden altijd maar kleiner, denk ik, voor Vermoten. Vermoten kent uiteraard deze regio. Het is een thuisland. Ik zit al lang gewacht. Iets vlugger moeten reageren als je dat zinnes bent. De mannen nu van Bol. Bol, inderdaad. Met de mannen van Dool. En er zullen er dan nog wel eentje komen van Lotto Soudal, zie ik. Bol won recent een etappe, de derde in de ronde van Algarve. Voor Modolo en Jacobsen. Bol was vorig jaar, tot in ieders verrassing, de sterkste in nokere koersen. Voor Akkerman. En Philipsen. Ja, dat is met die zware valpartij van Mathieu van der Poel. Ja, inderdaad. En dan gaan we naar Maarten. 42 seconden. 42 seconden hebben er drie voorin met sterke motor Asgreen op het peloton. Niet op Julien Vermoten. We zijn op 6 kilometer van de passage hier aan de streep. Waar men toch voorbereid was op een mogelijke storm. Want de tribune hier van onze neus heeft geen zeildoek. Nee, inderdaad. Geen dak. En nogal wat spandoeken die ze pas in laatste instantie zijn gaan hangen. Verstand hebben ze natuurlijk. Deze man die denkt misschien bij zichzelf. 2500 euro. Nog 6 kilometer. Weet het. Ze zijn al aan het proberen om Roy Jans... Zou Asgreen daar nog mee zitten? ...kwijt te spelen. Roy Jans misschien. Misschien heeft hij een ring met een diamant aan zijn vriendin beloofd. We gaan naar Maarten. Die kent er alles van. Hallo Maarten. Daar zit hem. Ja, is dat grondig beu Asgreen dat Roy Jans zomaar in dat wiel bleef zitten. Boris Vallée had een kloofje en die bleef maar praten. Heeft nog adem over. Asgreen bleef maar inpraten op Roy Jans. Maar die vertikte het om over te nemen. En dan deed hij het zelf maar. Misschien om daarvan af te geraken moet hij gewoon zelf nog eens versnellen. En proberen die twee mannen los te gooien. Het is voor de rest nu wel vlak, hè. Op een brug of twee in Kortrijk na? Ja, dat is het hem juist. Oké, okay, dan denk je misschien wel, die mannen rijden een goede 150 kilometer voorop. Die zullen wel het beste gehad hebben, maar ja, je weet maar nooit. Zolang dat hij er blijft aanhangen, heb je toch zoiets van... Het zal toch niet waar zijn, zeker? Bij Vermoten is het gedaan. Die wordt opgeraapt. En dat tempo van de frontmannen hier vooraan is heus wel hoog genoeg. Ja, ja, ze zijn flink aan het dichterbij komen. Ze hebben natuurlijk met drie ploegen daar, met vijf man, Brian van Goedem, met de mond wijd open. Altijd inzet bij de Zeeuw. De man van de ontsnapping van de lange adem, dat hoefde niet eens met een groepje te zijn. Hij heeft dat ook wel eens een paar keer alleen gedaan, maar graag in een groepje van een man of drie, vier. Met hem heel vaak
uitstekende dingen zien doen van lange adem in de Belwaarse Belgium Tour, maar ook in de driedaagse de Panacoc, zeiden toen die nog 3 dagen lang duurde. Man die voor de strijd dus ging. Gent Wevelgem. Ook al. En nog goed geëindigd, ja, toch? Ja. Met Van Schip. Ja, die bleven daar met twee nog rare dingen doen. Gingen nog demareren, gingen nog proberen aanvallen in de laatste rechte lijn. Van Goetem is een man van de Mosselstreek. Ja, absoluut. Over naar de Kouwer. Nee, inderdaad. Een Zeeuw. Filipijnen? Filipijnen. Kan nu misschien wel ergens al 5 kilometer verhuisd zijn of zo, maar we houden het bij. Het is wel mooi als verhaal. Het is inderdaad mooi als verhaal, absoluut. De beer. Over naar een andere beer. Maarten. Ja, en die voorsprong is gedaald door die 3 ploegen die er achteraan aan het rijden zijn. Die 42 seconden zijn er nu 28 geworden. En het is en blijft Asgreen die op kop rijdt. Ja. Dat wordt bevestigd. 27. Hier zien we Rowe. Hier zien we Benoot. Bol. Lampaard zit daar klaar. Jongens. Hier hebben we Stibar. Hier een overleg met de mannen om wie het allemaal draait. Met Jacobsen. Daar zit Stuyven. Die zich wellicht zit af te vragen van hoe kan ik hier nog onderuit. Met Teuns, een man die eventueel zou ingezet kunnen worden voor de sprint, ging het niet goed onderweg. Dus vraag mij af, waar is die ondertussen gebleven? Teuns met H. Is er iemand bij Trek die uitgespeeld kan worden voor de sprint? Ik denk dat ze daar inderdaad met... Mosca? Goh. Ik zou toch maar voor... Ja, Teun Stuyven, dat zijn in principe de mannen. Ik zie anders niet in wie daar de kastanjes uit het vuur gaat halen. Stuyven rijdt een stukje naar huis, ook al is hij van Leuven. Heeft hij een pralinezaak in Betekom. Maar een stukje van... of de grootouders, die wonen hier in Kuurne en zijn hier jaarlijks van de partij. Een beetje een familiefeestje bouwen. Een hele lange beurt van de tijdrijder. Ja, maakt het niet makkelijk. Boris Vallée zit daar tussen het frame in de wind. Achter die toch wel kleinere Roy Jans, die heel goed probeert de kant op te zoeken. Maken we nu een soort van toerit mee? In de eerste week? Ja. Ze rijden maar dat pakken ze toch? Ja, ze hebben er werk aan. Hè? Ze hebben er werk aan. En dat zet alleen maar die mannen van de koning natuurlijk, de koning in een zetel straks. Als ze dan toch terugkomen, kunnen ze de boel overnemen. En hebben ze daar met Van Lerberghe, met Lampaard, met Stibar, met Jacobsen uiteraard, met Jungels, kunnen ze nog wel een treintje maken. Hoe zit dat bij Ineos? Dat interesseert me wel. Dool of Zwift? Dool, denk ik. Denk ik. Ah, het is over. Oh, hij trekt in kramp van aan zijn... rechteroor tot aan zijn linker enkel. Jansen in het wiel kapot gaan. En Vallée moest een ommetje maken en hij krijgt dat gat Jan Dori niet dicht. Nee, pas op. Het is nog 2 meter. Goh. Volledig in stuip, hè, Jans. Maar volledig weg. Vallée. Hoe lang nog? Eindigt de koers van Vallée hier bij de Prim? Ik hoop het voor hem, ja. Ik hoop het voor hem. 2500 euro. Zal fantastisch meegenomen zijn natuurlijk, langs de andere kant. In een West-Vlaamse ploeg. We zijn op de Brugse Steenweg. Daar, zometeen aan de streep, dus die premie van 2500 euro. Naast zijn heeft hij ooit iets meegepikt. In als een pintrijd. Oeps, voor mij. Vallée pakt over. Jans draait ondertussen vierkant. En dat is het beeld dat we kennen van iedere editie van Kuurne Bussel Kuurne. Gaan ze ze nog pakken of niet? En waar zitten die paljaskes die denken van... Doe maar jongens, meneer Bol, meneer Jacobsen. Ik zit hier ook, ik profiteer daarvan. Nog wel overnemen zeker? Huh? Hij gaat toch wel overnemen? Boris, jongen, top dat je dat laat. Hij zal het wellicht niet weten, hè. Ah. Ja. Allee, man. Ja, Asgreen, pak de premie. En straks gaat hij op zijn appel krijgen, denk ik. Of is hij gewoon heel moedig?
Valé. Ja. Ik zou toch voor die premie gegaan zijn, hè? Als je omkijkt en je ziet die mannen daar komen. Hij had nu zo dat gevochten voor dat laatste gaatje dicht te rijden. Jans heeft vooral Phoenix Alpecin nog eens in de verf gezet. Of Alpecin Phoenix. Toch nog uitrijden. Gemiddelde van 41,5. Met de wind mee en tegen de wind in. De optelsom van Marken. Daar zit Zwift. Zwift op zijn eentje naar voren. Benoot. Hoe lang is die nu al bezig? Ja, die is van zijn berg afgekomen. Met goede benen. Tweede wedstrijd van dit seizoen. Ja. Luke Rowe. Stenhard, dat is niet bezig zijn op een plaatsje in een treintje. Dat is gewoon rijden om dat gat nog dicht te krijgen. Eigenlijk op één man alleen. Ja, die terug een klein beetje voorsprong meer genomen heeft. 30 seconden. Ideale patriot voor dit werk, hè? Ja. Van Goetem. Laten ze weer een bij los en ze kunnen er allemaal in. Hopla. Inzet, inzet, inzet. Dat wel. En ervan uitgaan dat Degenkoop weer eens aanknoopt met sprinten. Zoals hij die vroeger uit zijn benen perste. Ik denk Dool, daar gaan we niet meer op moeten rekenen. Want die dacht ik hier net voorbij te komen. Zwift, hè? Ja. We zagen Zwift met de move naar voren. We zien Van Avermaat daar zitten. Rekent men op Wisniewski? Die zit daar ja, namelijk. Die zit daar naast Van Avermaat, ja. 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 Dat denk ik normaal gezien niet, hè. Kan natuurlijk altijd wel een verrassing zijn hier. Maar ja... De meeste zijn wel zo gerodeerd. Hij was hier vijfde, José, in 2016. Ah, dat zal dan Wisniewski zijn, hè? Ja. Toen nog bij de Koning. Of toen bij Quickstep. In die overgang. Onderweg naar Ineos toen. Of was het andersom? 27 seconden. Het werk van Asgreen. Een fenomeen. Schrijf die maar op voor de volgende grote wedstrijder. Hè. Vanaf E3 Harelbeke zou ik zeggen. Kandidaat winnaar. Ik weet niet eens mijn woorden. Ik ben er vrij zeker van dat hij dat kan. In deze formule. Absoluut. Als hij het overwicht kan uitbaten. Maarten. Ja, je moet hem zeker omschrijven. En het is ook echt wel een stylist. We hangen er op dit moment naast. En je moet dat zien. Handjes op het stuur, op zijn Van den Broekes, op zijn Bartolis. En zijn rug, die is ook bijna helemaal recht. Prachtig om te zien. Is er nog ergens een helikopter? Mag er hier gevlogen worden boven het Kortrijkse? Ik zou wel eens willen weten waar Merlier zit. Hij zit er nog wel degelijk, maar heeft hij daar nog gezelschap? Heeft hij nog loodsen bij zich? Nog 13 kilometer. Lokale rond. Straks door Kortrijk, goed beschut. Ook hier overigens ook nog altijd redelijk goed beschut. Het beeld van Boris Vallée is een beetje het beeld van Kampenaerts in de Ronde van België daar met Evenepoel. Ja. Die legt zich ook zo laag. Het is in elk geval een stunt van Vallée. Is weggereden met een groepje van vijf, met daar Mikkel Bjerg bij, na 25 kilometer. En hij rijdt nu mee vooraan, daar is Merlier. Hij heeft al wel een paar keer een jasje uitgedaan onderweg door gaatjes te dichten, door ervoor te zorgen de boot niet te missen. Man van Astana, om 41, Aramburu. Ja, de Bask die ze ingehaald hebben. Dat er zich ook tussen gooien, zo. Het is wel meer het tippen van de sprint bergop en hier gaat het bergaf. Het is een van de zeldzame sprints bergaf, hè? Ja. In het hele wielergamma. Nee. Heel groot peloton dat nu nog over de streep rijdt met daarbij Ilio Keijsen, Bert de Bakker.
hier voor onze neus. Ze zijn ondertussen op 12 kilometer van de arrivée. 18 seconden nog. Men kan gewag maken van maatwerk, maar het is lastig. Het doet pijn, ook voor de mannen achteraan. Nou ja, man tegen man zie ik er weinig in het peloton bekwaam om dit te doen. Een schuddebol. Is Spijer met vat ook stilaan af? Bij Asgreen, de man van 25, nog altijd maar 25. Van Kulding, 1,92 meter voor slechts 75 kilo. Ja, een poel van Brian Holm. Drie profzegers. Tweede etappe in de Amgen Tour, de ronde van Californië. Nationaal kampioen tijdrijden. En de derde etappe in de Deutschland Tour. Voor Stuyven en Colbrelli en Lampa. Op grond van wat de Benoot hier ziet, durf ik te stellen, als de wedstrijd doorgaat. Strade Bianche. Is goed, om niet te zeggen. Als je het maar weet. Heel goed, gretig ook. Zo ontspannen blijkbaar. Gewoon werken, gewoon zijn ding doen. In een situatie die anders is dan die waar hij niet voor eigen rekening moet rijden, maar dat doet hij graag. Een nieuw gezelschap, dat helpt altijd. Hè? Ja. Wil je in de meest positieve zin tonen. En toch hebben ze er nog werk aan. Hè? Ja, er is heel veel werk aan. Er vallen er ook links en rechts een paar weg natuurlijk. Het is net of ze het inderdaad zo millimeterwerk aan het afleveren zijn, maar zo is het niet, denk ik. Lampaard op Vinkentaal. Kwam even piepen. Zou je mogen? Ja, alleen kan dat nog, gezien dit concept? Hij wil er vanaf. Dat schuddebollen, dat zal wel in de Commedia dell'arte gezeten hebben. Van een bocht gebruik maken om te versnellen en hem radicaal naar de vaantjes rijden. Begrijp Vallée wel. Maarten. En Asgreen is alleen, heeft Boris Vallée dan achtergelaten. Ik denk dat hij heel blij is, Boris Vallée, dat het peloton hem bijna kan oprapen na die inspanningen. Want hij was zo hard aan het schokschouderen. Kramp van rechteroor. Toen was het tot linker enkel, zoals bij Royans. Dat zit er ook aan te komen. Maar die Asgreen, daar zit wel nog wat op. Kruipt hier nu richting de motor die een meter of 20, 25 reglementair weliswaar naar hem toe rijdt. Maar die gaat nog vooruit hoor, moet ik zeggen, Asgreen. Ja, en een formidabele stijl. Houdt de polsen wat naar binnen. Doet mij wat denken aan de stijl van Roger de Vlaming. Nu schakelt hij over naar Van den Broeke of Bartoli. Vallée zit toch nog door in de achtergrond. Ja, wat het probleem is, het zijn altijd dezelfde mannen. Hè. Als dat inderdaad Brian van Goed dan blijft zijn en nog een paar anderen die er al een ganse dag zitten rijden. Er moeten misschien toch een paar verse mannen bij komen, zou ik bijna zeggen. Want, ja. Het is toch een vrede stijl, hè? Oeh. Oh. Dus persen. En voelen van, ik heb er alles al uitgeperst. Er zit nog een halve druppel in. En die moet ik nu gaan lossen. We weten het ook. Natuurlijk ook niet in hoeverre Asgreen gedoseerd heeft. En wetenschap heeft uiteraard van hoeveel kilometer het nog zijn. Maar dat is toch nog altijd een serieus gat. Ja, kijk eens. Is er in één beeld niet meer te vatten. Dat is natuurlijk ellendig. Dat alles in één beeld te vatten is, ook voor de renners. Ze zien ginder de pion die ze moeten pakken rijden. Gooi weg. Ja. Oef. Ja. Zet zich op de kant. Ja, die tweede plaats zal er niet in zitten, uiteraard. Dat laatste detail, dat moest toch nog zitten. Om op een goede manier afscheid te nemen. Ja, proficiat. Fijn gedaan, Boris Vallée. Proficiat. En er zitten daar al onmiddellijk in de derde, vierde positie, zitten daar die mannen van de Koning Quickstep. Fijn af te gedaan. Stoppen. Er zijn er maar twee meer. Maar er zijn er die hier al ingelopen zijn in de laatste kilometer. Ja, klopt. Maar het is een taaien, hè. Het is een goeie.
zou wonder boven wonder zijn, mocht dat lukken. Je zou nu echt in de kop willen kruipen van die mannen van Quickstep die daar mee van de kop van het peloton zitten. Wat gaat daarin om? Jacobsen zal natuurlijk met gemengde gevoelens zitten van oei. Langs de ene kant blij en langs de andere kant toch zoiets van oei, kan hij niet sprinten? Als hij nog gegrepen wordt, en dat gaat gebeuren, laten we zeggen, nog voor de 3 kilometer, dan komt daar toch een moment dat er een demarrage kan komen. Zoiets, hè? Zo is even stilvallen zo en dan bam. Dat wordt dan het momentum, weet je? Ja, kijk, hier onmiddellijk in tweede, derde positie. Hè. Er is geen enkele ploeg die komt. Hè. Geen Christophe Boys, geen andere mannen. Het is hier gewoon benoot met... Casper Pedersen. Lampaard is even gecheckt. Stibart, noodgedwongen als afstopper. Laten we zeggen, vorig jaar in het voorjaar de man van de eerste helft. Tot en met de E3. Dan ging het net iets minder in de klassiekers die hij zo graag zou willen winnen. In de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Misschien kan dat nu. Blijft status quo. Ja. En Sunweb is er een probleem. Ja, ja, het zijn dezelfde, hè? Altijd dezelfde. En die blijken niet snel genoeg te rijden. Pas op, meen ik. Krijgt het nu verdomd moeilijk. Moet zelfs op de trappers gaan lopen op een stuk vlak. Om nog enigszins wat tempo te houden. Lijkt helemaal te plafonneren nu. Ja, dat is wat ik net zei, Michel. Je weet niet hoe ver hij zijn inspanning gedoseerd heeft richting aankomstlijn. Of is het gewoon... Is daar wel sprake van? Ja. Het is knallen tot het niet meer verder kan. Er zijn verse mannen bijgekomen. Mannen van FDJ. Ja. Groupama FDJ. Sarro is hun sprinter. Ja. Het is een beetje op zijn Frans, hè. Als we komen, zullen we het laat doen. Ja, wachten, hè. Niet echt de verantwoordelijkheid nemen. Het allemaal een beetje op zijn beloop laten. Jongens, deed het hem voor. Uitgedund pelotonnetje. Volmoedige mannen van zij die denken van ik wil Kuurne halen. We zullen nog maar eens gaan kijken, zeker naar de sprinters. Onder de 4 kilometer. Ja, wie gaat ons eventueel verrassen? Merlier, laat ons open. Ja. Het zou een enorme entree zijn. Na het WK gekozen voor zijn verdere voorbereiding op de weg. Een uitstekende crosscampagne met een
Wie is het noorden in het zuiden kwijtgeraakt? Hier een split-up. Ah, daar is te doen. Ah ja, dat lijkt me de kortste weg. Ah nee. Eentje van Sunweb die bedenkt zich. Is dat ook in twijfel? Oh, ja, niet gezien. Maar, benieuwd of daar geen sprinter bij zit, hè, die mee, die straks aan de bussen aan de achterkant uitkomt. Ja, ja. Oei. Hier klopt iets niet. Nog minder dan 3 kilometer. Nog 2,5 kilometer voor 9 seconden. Hoek van de Brugse Steenweg, dat moet zo'n goede 700 meter zijn. Laten we eens kijken. Nu zo stil aanzicht op de VOD. 10 seconden. Maalt nog altijd dat reuzenverzet rond. En beperkt gezelschap. Met een paar vriemelaars. En daar zit onze Belgische kampioen toch nog altijd goed. Ja, maar ze zijn er nog altijd niet, Michel. En er zit er eentje van Phoenix Alpecin aan zijn wiel. 12 seconden. Dat lijkt mij Ricard. En dat is de man die hij nodig had. Ricard, een wat vergeten pion bij de grote World Tour teams. Dan maar via de lange weg op naar boven. 2 kilometer, 12 seconden. Oh, die is er nog net uit, hè. Ja, ze zijn oh, kijk. De laatste van oké. En dan doen we het recht op de hand. Nee. En die van de koning Quickstep die vertikken het, want die weten natuurlijk wat de waarde is van deze man voor in ploeg. Absoluut. Die spelen zo lang mogelijk zijn kaart uit. Nu komen er een paar van Education. Nu komen de mannen van Groupama andermaal. Dat is voor de tweede keer. Bedriegt een beetje, maar het gaat om 8 seconden. Ja. Daar is de VOD. Als die niet stilvalt, daar is de VOD. Ik wil nog wel zien of ze nog naartoe komen. Heeft hij het dan gestolen? Nee. Nee, dat niet. Hier zie je Ricard met Merlier naar voren schuiven. Dat hebben ook anderen in de mot. Die vlag hangt stil. Dat zegt veel, hè. Dus van stilvallen, hij zal blijven rijden natuurlijk. 8 seconden legt zich nog wat dieper. Ik zou niet meer onder de oksel doorkijken. Houdt nog altijd een voldoende opening. Pak daar de bocht. Dat is de Brugse Steenweg. Dat is de steenweg van de verlossing. Het zal nipt worden. Heel nipt. Heel nipt worden. Heel nipt. Daar komen de beren. Daar komen de daverende mannen. Ze gaan moeten vroeg beginnen. Daar komen de grommers. Ricard die dacht van ik moet het zelf gaan oplossen. Willen we het nog klaren? Kunnen we een bordje zien? Krijgen we een bordje in beeld? Asgreen heeft nog altijd een voorsprong die voldoende is. Dan nog. Daar wordt Bouws of Colbrelli naar voren geloodst. Ik denk dat hij het gaat halen. Ja. Ik denk dat hij het gaat halen. Ze gaan er niet komen. We zien Pascalon ook vlinderen. Dan zien we hier Christophe. Hij moet nog een goede 100 meter op de trappers lopen. En dan gaat hij toch wel redden, zeker. Christophe komt in de diepte wel razendsnel af. Maar het is voor Kasper Asgreen. En Deen wint Kuurne, Brussel, Kuurne. En hier is de sprint voor de tweede plaats met Christophe. Die net gevloerd wordt door Nizzolo, neem ik aan. Nizzolo, inderdaad. Asgreen volgt. De man die hem daar omhelst op jongens. Met zo mogelijk een stunt die nog straffer is. Goh. Zie je Zwift.
Met het nummer 64 zie je daar ook een Hofstetter. Wat een nummer al. Op 15 kilometer, nee, pak 12 kilometer van het einde zat hij te schuddenbollen. Het zal over zijn. En toen kwam die heroplading. Een sprint die in een bocht vallee uit het wiel. Dat is de kracht van de Koning Quickstep. Ja. Ze hebben zo van die elementen van die solisten die, ja, om het heel simpel uit te drukken, rapper kunnen rijden dan de restbeen. Ja, die net dat tikkeltje meer kunnen. Hè. Dat verwacht je nooit, nooit, nooit dat iemand dit tot een goed eind kan brengen. En dan ja, al dat werk dat er achteraan gebeurd is door die verschillende ploegen, dan waren ze daar op 3-4 kilometer van het einde. Dat kon. En dan beginnen ze te kijken naar elkaar. Ja, het zal wel lukken, het zal wel lukken. En men hoopt, men denkt, dit is een normaal iemand, die zal wel stilvallen. Kijk, dat is nu de kracht van die ploeg. Hè? Dat is heel goed samengevat in één beeld met het juiste lawaai daarbij. De juiste uitingen van wederzijds respect, van genoegen. Ze gunnen het een ieder. Vandaag, jij Asgreen. Ja, ik wacht dan maar even. Volgende keer is het aan mij. En als je dan in de omloop tweede wordt en de dag nadien op zo'n eclatante manier deze wedstrijd kunnen Brussel-Kuurne een thuiskoers voor Lefevre wint, dan mag je zeggen. Dus ondanks DCQS, de Koning Quickstep, winnaar van het openingsweekend? Toch wel, ja, absoluut. En vooral de manier waarop, deze manier, de ploeg heeft eigenlijk niks moeten doen. We werden volledig uit de wind gezet door deze man. Die het alleen oplost. Ze zaten daar, tweede, derde lijn. Gewoon kijken naar elkaar. En ja, hij blijft voorop. Het is dan geen land. Kasper Asgreen, many congratulations. I guess you did sleep with Bob Jungels yesterday. Actually, I was in the room with Stevie, but Bob told me this morning in the bus, just do like I did last year. Yeah. But you did quite the same effort. On the small roads, after we came back to the big group with Stevie in, we knew it was possible to get away there because the roads were so small, and that was the plan to try and get away and see if we could make it to the finish. Otherwise, we had Fabio for the sprint. When did you start to believe, hey, I'm gonna win this race? When I saw the 300 meters to go sign. Only then? Yes. And how much did it hurt? Incredibly. It was so fucking hard. I had to drop the Alpecin rider in the crosswinds because he was not pulling. Roy Jans. Yeah. You chatted a lot with him. Yeah, he was not pulling. But yeah, obviously he had his. He was dead. Yeah, and also he had Melier in the group behind. So. Yeah, of course he should not pull, but it was a bit annoying for us, so I had to try and get rid of him, and that effort was really, really hard, and after that I was really doubting if I could make it all the way to the line. And then you were alone with Boris Vallée, and then you had to drop him just to keep on pulling. Yeah, it's more safe to arrive alone. I don't know how fast he is in a sprint, so I figured it's better to arrive alone. And now you have a beer in your hand. Yeah, that's what you're going to drink. Yeah, it's a good way to recover after a race. Enjoy it, you deserved it. Many congratulations, Kasper Asgreen. Kan je beter degenen die thuis zijn, naar hier laten komen. Of hier wat teruggetrokken leven. Ja? We hebben het over het virus. Vooral de manier waarop maakt mij sterk dat deze Asgreen hier zijn mooiste overwinning tot dusver boekt. Maar het zal zeker niet de mooiste van zijn carrière worden. Denk ik. Die noteer ik, maar ik voel wat je bedoelt. De huidige evolutie in het wielrennen, in het profpeloton, lacht hem toe. Er zijn niet echt absolute toppers van kopmannen à la Bonen en à la Cancellara. En daarvoor dus het is een spreidstand overal. Ja, bij veel ploegen. In de juiste ploegen. Hij heeft echt de juiste ploeg gekozen. Of gekozen, de ploeg heeft hem gekozen natuurlijk. Maar daar zit hij echt in de juiste ploeg. Want mocht hij nu in een andere ploeg zitten en mannen van de Koning Quickstep hadden moeten rijden, dan wordt dat toch iets anders. Sterke initiatiefnemers worden in de rug gedekt. En dat is bij andere ploegen ook meer en meer het geval. En je krijgt hier nog altijd een ezel als prijs. Ja, en een kware mond, hè.
De ene al wat groter dan de andere. Ik denk dat ik het elk jaar zeg, maar André Schmil wilde deze koers absoluut 2 keer winnen. Hij had 2 kinderen en die wilde allebei zo'n eerst. Ja. Mag Asgreen daar nu van drinken? Die worden gesponsord door Maas, hè? Ja. Kijk. Van Dorst. Krijgt er nog een matras bovenop? Het is wel een fles die al open gedaan is. Het is uitgeschonken. Bij Bora Hansgrohe is het strikt verboden om daarvan te drinken. Absoluut, ja. Daar wordt het flesje met het stopje erop in de hand gegeven en dan moet de betrokken het zelf openen. Zelfs als het flesje geopend is en je wordt verondersteld vanuit het flesje te drinken, nee. Klopt. Ik heb een paar keer gezien bij Sagan. Ja. Op de persconferentie na de wedstrijd van ik wil bier, kom maar met bier. Ah nee, het is open. Kom maar met een ander bier. Nee, nee, nee. Terug. Die jongeman werd zot van de dorst. En dan wilde hij met het flesje bier buiten gaan. En dat mocht ook niet. Van de perschef die zei, ah nee, je gaat hier niet met een flesje bier in je hand over straat lopen. Zo werkt dat niet. Dus ja. Niet Zolo die denkt van, mij zal het worst wezen. Ik heb dorst en ik drink. Zo zou ik het ook doen. Goed, ik dank Tineke voor de assistentie. Ik dank Maarten voor het werk op de motor. En ik dank José. We geven u graag.